Oeh. Hallo CryptoCoiners, hartelijk welkom met een beetje geluk. Ah, nu verandert er ook wat op mijn scherm. Kijk, kijk, kijk. Uh, als het goed is ben ik al te verstaan, jij nog niet Kevan, maar nu ook wel misschien. Het uh, zou zomaar kunnen dat ze jou ook kunnen horen. Ik hoop dat ik te verstaan ben, want dat is ook de reden dat, we, dat het een beetje uitliep net. Uh, wij, hopen, wij hopen allebei dat we te verstaan zijn. Dit is, uh, jullie willen niet meten, weten wat we de afgelopen minuten uh, uh, hebben doorgemaakt. Wij uh, te we... verstaan. We zijn beide verstaan, zeggen mensen. Maar. Ik hoop dat het ja, zo blijft. Want ik ben net nog eventjes. Uh, ik heb nog één of twee andere dingen aangepast. We zijn te horen. Waanzinnig cool. Oké, okay. hartelijk welkom iedereen. Dag, beste Cryptocoins. Sorry voor de korte vertraging. Um, eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, is het allemaal mijn schuld. Want uh, we hadden vanochtend onze wekelijkse voortgangsmeeting met uh, zo'n beetje het hele Cryptocoins team. En toen uh, kwam uh, Kevin op het idee om een livestream te doen uh, om 12 uur. Eigenlijk gewoon zijn eigen trainingdagboek. Waarop ik zei: Van zou het niet leuk zijn als we dit gewoon met z'n twee doen? Voor de eerste keer eigenlijk. Nou ja, sinds dan een paar weken geleden vanuit de bergen. Maar in ieder geval voor de eerste keer gewoon vanuit onze eigen werkplekken. En dat vond iedereen ook een leuk idee. En toen dan moesten we de techniek nog even optuigen. En dat ging helemaal mis. We zijn ruim, ik ben ruim een uur bezig geweest. Oké, van iets korter. Met het testen, aanzetten, uitzetten van allerlei dingen. zo. Het schijnt nu te werken. Nou, dat is heel mooi. Hartelijk welkom. Er iedereen. We zijn uh, met best wel veel mensen hier. 100 man op dit ogenblik al oh, aanwezig bij deze eerste live sessie. 111? Oh, ik zie er maar 100, maar je ja, waarschijnlijk weer de, de nieuwste informatie. Um, mensen, wat vandaag betreft, uh, om te beginnen nogmaals, leuk dat jullie erbij zijn. We, hebben, we hadden een uitgebreide agenda willen voorbereiden voor vandaag. Dat is er door alle technische toestanden niet helemaal van gekomen. Uh, maar we hebben een paar dingen die we in het kort even met jullie willen doornemen. Ik denk verderweg het allerbelangrijkste is het huidige marktklimaat en het traden. En met name hoe kun je aan het traden blijven? Het was een vraag die ik gisteren kreeg tijdens een terugkomstsessie van de Zeker tweede Clinic, die ik heb gegeven. Het is een vraag die regelmatig voorbij komt in de chatgroepen. Kevan krijgt die vraag. Het werd nu net ook weer in de YouTube-chat hier al gepost. Dus daar gaan we het even over hebben. We gaan het natuurlijk ook even hebben. Daarom zijn Kevan en ik hier met z'n tweeën vandaag. Kevan zit boven mij. Um, of onder mij, dat weet ik eigenlijk niet. Daar zit naast mij. Oké, okay, ja, ik ga op het scherm ja. mee kijken. Ik zie je op drie Bij schermen. -van. Drie keer van te veel. Um, we gaan het ook hebben over de challenge, natuurlijk, die binnenkort gaat beginnen. Daar hebben we ook nog wat ideeën over. Misschien heb je vragen over hoe we dat gaan aanpakken, de strategie en dergelijke. En daarnaast is er ook nog ruimte voor vragen en antwoorden van jullie. Dus als je vragen hebt die ook maar in de verste verte iets te maken hebben met crypto, met trading, met Kevin of met mij, dan kun je ze stellen. Op, of in de chat op YouTube. Nou, dat was het. Kevan, heb jij nog even iets toe te voegen? Dan kan ik namelijk even rustig een slok koffie nemen. Die koud is geworden inmiddels. Nee, niks toe te voegen. Hup, doe eens lekker. Uitgebreide <laughs> graag, Kevan. Nou nee, ja, ik, uh, het, we waren dus vandaag aan het, uh, aan het praten. En uh, ik kreeg al wat berichten te zien hier en daar. Over het uh, huidige marktklimaat uh, en uh, trading weer. En ik, dat was ook de reden dat ik besloot om live te gaan. Uh, tenminste, om, om aan te geven dat ik live wilde gaan. Uh, waarop Roef dus zei: van, joh, zullen we samen live gaan? Dus dat, dat is zeker iets waar we vandaag uh, even op uh, terug willen blikken. Ja, absoluut. Oké, okay. ik kijk alvast even door de chat. Eerst, uh, ik, gewoon, het, we doen alsof het een soort crypto Café is Is het natuurlijk niet. Uh, maar het was wel leuk om even de chat erbij te pakken. Dus kijk even, even snel wat namen die me meteen opvallen. Eddie, uh, Jeannette, Wessel, Steven van. Ah, ik ken mijn naam. Stefan van Els, goedenavond. Soda is weer bij. Martin. Goedenavond, goeie. Zijn jullie goede nou goedenavond? Nee, dat zei ik. Goedemiddag. Uh, Martin, Misha, Arjen, J-Doc, ook bekend. Hilona, ook een bekende naam. Ik ben weer benieuwd wat er gaat komen. Nou, Hilona. Wij ook, na alle toestanden die we wel achter de rug we hebben. We hebben niks kunnen bespreken. We hebben helemaal niets kunnen voorbespreken. Anki, uh, Travel, Ans, Marine, uh, ik hoop ik heb mijn naam, ook een aantal nieuwe namen. Bert van Gatax, die was er volgens mij gisteravond ook bij bij onze terugkomstsessie voor de zeker tweede kliniek. Deelnemers. Ah, we hebben een moderator in de zaal, namelijk Roy. Dag Roy, leuk dat je even tijd hebt om mee te helpen modereren. Uh, en Vivi is er ook bij, mijn dochter. Uh, die geeft al aan dat we iets later begonnen dan we van plan waren. Uh, en nog veel meer namen. Uh, hier, heel interessant, dit is echt wel grappig. Eén iemand schreef net, uh, dat bericht kan ik trouwens overigens nu niet meer terugvinden van hey, het was slecht treden vandaag. En vervolgens schrijft iemand anders, Anita, in dit geval, goedemiddag, het was goed treden vanochtend. Kortom, je ziet hoe wisselend die, um, uh, die berichten zijn op het ogenblik. Laten we daar ja. meteen maar even mee beginnen. Aan Ron. Kijk, mooi opmerking van Ron. Alleen voor de gezelligheid is het al de moeite. Kijk, Kevan, dit gaat over jou. Het gaat niet over mij, dit gaat over jou. Wij Zoals zijn hele -Van gezellige, gezellige mensen, je ja, Dankjewel. Um, wat uh, dat tweede klimaat betreft, dat kwam gisteren ook aan de orde. Um, ik ben een tijdje lang zelf niet heel actief geweest. Als het gaat om livestreams, sterk nog. Ik heb, ik, volgens mij is mijn laatste cafébijeenkomst... Is al van zes weken geleden, misschien zelfs nog langer. Had alles te maken met, uh, eigenlijk voornamelijk te maken met, uh, met stemproblemen. Dat was gewoon één groot drama. Het wordt nu langzaam maar zeker wat beter. Vandaar dat ik het ook aandurfde om deze livestream, om daaraan mee te doen. Uh, maar het maakt het voor mij nog wat lastig om uh, CryptoCoin's Podcast op te nemen. Vooral omdat het op, omdat het op willekeurige momenten opduikt. Bijna altijd het moment dat ik wil gaan opnemen. En het maakt het helemaal lastig om nu CryptoCoin's livestreams, zoals café en zo, regelmatig te doen. Maar ik ben wel gewoon aan het traden. Sterker nog, ik heb gisteren even laten zien tijdens onze terugkomstsessie... dat je gewoon nog steeds prima kunt traden. Wat er ook wordt geschreven en wordt geroepen door allerlei YouTubers... misschien door uh, mensen in je omgeving of mensen in chatgroepen die we hebben... Facebook, whatever, over dat, het, dat er niet te traden valt en zo... dat valt allemaal best wel mee. Je kunt gewoon... Uh, je zult anders willen traden dan dat je... Laten we zeggen, zes maanden een jaar geleden deed. Want A, het volume is teruggelopen. B. We zijn een belangrijk handelsplatform in Nederland kwijtgeraakt, Binance. Maar je kunt gewoon nog steeds traden. En wat ik nu doe, even eh, niet doorvertellen. Alleen maar voor mensen in deze stream. Dus we zijn met een kleine groep van maar 150 mensen. Niet doorvertellen. Wat ik nu doe, ik uh, ben gewoon eigenlijk aan traden overdag. Natuurlijk ook op andere manieren nu, maar ook met de Day trading strategie uh, op Bybit. Ik trade op Bybit spot, dus niet eens met derivaten. Gewoon op een Bybit spot account. Ik heb een speciaal account al aangemaakt met een, een demo budget uh, wat ik normaal gesproken in het cryptocurrency café zou gebruiken. En ik ben ook van plan om die trades op te nemen. Gewoon uh, de hele trade en dan vervolgens. Of een video te maken wanneer ik even door die trade heen praat. Of um, uh, ze een keer meenemen in een livestream of iets dergelijks. Zodat je in ieder geval kunt zien dat er ook de tweede valt. Dus ik zou me, dat is eigenlijk misschien het belangrijkste wat ik kan zeggen. Ik zou me niet gek laten maken door opmerkingen die je misschien leest. Van er valt niet de tweede, er is niks te doen. Je wilt gewoon aan de slag gaan en je kunt ook aan de slag. Al is het alleen maar, en hier hadden we het vanochtend eigenlijk ook heel duidelijk over in onze voortgangsmeeting. Al is het alleen maar om aan de slag te blijven, om te blijven leren. Het is super makkelijk om te zeggen, nou, er is nauwelijks liquiditeit in de markt, er gebeurt gewoon heel weinig, dan ga ik maar niet traden. Je zou ook kunnen zeggen, dit is het ideale moment om juist te oefenen uh, met alle aspecten of in alle aspecten die bij day trading aan de orde komen als je de crypto daytrading dus day trading strategie gebruikt. Kleine bedragen, kijk gewoon wat je allemaal tegenkomt. Want ook dit gaat weer voorbij. Ik had het er gisteravond met iemand over. Volgens mij was het ook weer in die terugkomst sessie. Toen zijn we eens even door wat charts heen gelopen. Met name de, de Bitcoin-historie van de afgelopen uh, jaren. En toen wij net begonnen met crypto op YouTube. Dat is in 2017 geweest, in de zomer. Het is dus nu ruim zes jaar geleden. Toen zaten we net. Aan de voorkant van een bullrun. Nou, daarna kwam een enorme bullrun. De prijzen schoten omhoog. Toen de eerste video er kwam, was een bitcoin ongeveer 3 à 4.000 dollar. Toen was hij in een half jaar tijd. Nou, eerst ging hij flink naar beneden, want er kwam allerlei paniek in de markt. Toen schoot de prijs van bitcoin eind van het jaar omhoog naar rond de 20.000 dollar. om daarna vanaf maart-april in een consistente bear run terecht te komen. Die heeft ongeveer anderhalf jaar geduurd. iets langer zelfs nog dan anderhalf jaar. En tijdens die anderhalf jaar. Hoorde je, en als je toen al bij ons was, heb je dit allemaal meegemaakt, hoorde je exact dezelfde dingen en las je exact dezelfde dingen als nu? Het wordt nooit meer wat met Bitcoin, de prijs gaat naar beneden, het vertrouwen in crypto is weg, moet ik er wel aan beginnen, uh, er valt niks te doen, er, is uh, er zijn nauwelijks trades te vinden waar je wat mee kunt, exact hetzelfde wat je nu hoort. Toen kwam de volgende bullrun, die werd al ingezet in 2020, een eerste poging. Daarna in 2021 werd het echt serieus. En we weten allemaal wat er daarnaast gebeurt: een enorme bear run, waar we nu in zitten. Voortdurend dalende prijzen, af en toe een stijging, dan weer een daling. De trend op dit ogenblik is eerder naar beneden dan omhoog. En dus komen ook diezelfde opmerkingen weer. En dezelfde verhalen weer. Er valt niet te traden, er is nauwelijks dus liquiditeit in de markt, het wordt niks meer met crypto, mijn vertrouwen is weg enzovoort. En naar in ieder geval mijn mening... en we gaan zo Kevin ook even vragen wat hij ervan vindt... is dat eigenlijk het minst slimme wat je kunt doen. Waarom zou je dan nou gewoon niet aan het tweede blijven? Natuurlijk wil je wat dingen aanpassen. Waar je tot voor kort, begin juli, nog met bitcoin kon traden... Uh, omdat dat op Binance uh, in, in relatief grote getalen aanwezig was. Zul je dat nu anders moeten doen? Je zult nu kunnen traden met de dollar als basismunt of de USDT... en een slimme manier gebruiken om... Via balanceren, DCA, diversificering, hoe je het ook noemen wilt, portfolioverdeling, uh, indexering. Op slimme manier zul je dat willen omzetten in bitcoin aan het eind van je trading sessie. Zoals je een keer van mij zult gaan zien doen in onze challenge. Maar dat wil niet zeggen dat je niet kunt traden. Je zult alleen, en dat doen creatieve traders, dat doen de succesvolle traders ook. Je zult op zoek moeten gaan naar alternatieven voor als de markt niet datgene doet wat jij hoopt of wilt dat de markt van je verwacht. En daarom zijn we hier vandaag ook live op een, een willekeurige door de weekse woensdagmiddag om één uur. Er zijn betere tijdstippen te vinden, zoals s avonds. Waarvoor sorry, om hier ook gewoon met je even over te praten en over te sparren. En zoals ik net al zei, Kevan, ik moet even kijken, zie ik jou links of rechts? Jij zit links van mij, volgens mij. Geen idee waar je zit. Uh, op mijn, ik, ben, ik heb drie schermen waar ik Kevan op zie. Uh, Kevan, hoe ervaar jij dit en wat vind jij van de opmerkingen, de vragen en zo die hierover worden gesteld? Uh, allereerst, ik vind het heel begrijpelijk dat mensen zich uh, dit soort dingen afvragen. Ik vind het alleen zonde, want uh, dit is voor mij niet de eerste bear die ik meemaak. Het is voor mij de tweede. Ik ben uh, begonnen met treden uh, eind 2017, begin 2018. En heel 2018 en 2019 was één groot drama als het gaat om, uh, om treden. Uh, maar dat was wel de periode geweest waarbij ik uh, leerde treden. En ik heb destijds heel veel fouten gemaakt en ik ben zo blij dat ik destijds heb leren treden. Uh, want ik heb daardoor wel kunnen profiteren in de boommarkt uh, van, ja, van, van, van de van waar het over gaan, 2020, 2021 volgens mij. Ja, mijn hoofd, 2021. 20, 2021 uh, sowieso. Daardoor heb ik wel kunnen profiteren. En ik, 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 ik snap de, uh, de opmerkingen, snap ik volledig. Uh, maar dit is eigenlijk ook de reden waarom ik uh, vanochtend zei dat ik live wilde gaan. ik wilde echt benadrukken, dit is juist het moment om te leren traden. En ik snap best dat volume nu een probleem is voor velen. Maar doe het dan met een klein beetje. Uh, blijf in ieder geval jezelf ontwikkelen. Uh, ga niet stilzitten. Ga niet, de, met alle respect, ga niet uh, de chats af. Maar, maar kijk wat video's als het gaat om trainen. Ik, ik weet dat. Ik bedoel, wij hebben van crypto dus hebben we wel veel chats. Maar Roef heeft het ook vaker gezegd. Ga niet uh, blijven rondhangen op chats. Uh, pak, uh, 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 neem eens een kijkje op uh, YouTube. Koop een boek. Uh, 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 neem een cursus. Dus blijf jezelf doorontwikkelen en bespreek daar, van daaruit, als je eenmaal bepaalde zaken geleerd hebt, bespreek dan je bevindingen in diezelfde chess. Dat is be beter, uh, beter dan, uh, uh, nou, nee, klagen niet, maar in ieder geval beter om je, uh, dan, dan jezelf te ventileren op dit soort chess. Dat het slecht treden is. Want ondanks het feit dat het slecht treden is, volgens sommigen, want ik vind het prima treden. Uh, maar ondanks het feit dat het slecht treden is voor sommigen, neem niet weg dat je niet kan werken aan je, jezelf te ontwikkelen. Dus je kennis te ontwikkelen, je tradingskills te ontwikkelen allemaal met als doel om tijdens de run, zeg maar ervan te profiteren, want er is niet van iets een boeren, ja boeren. Wat zei ik dan? ja. Oh echt? Oh nee, nee. excuseer, boeren. Want er is niet van iets gezegd tijdens bearmarkten wordt wordt er gewerkt. Even kijken. Nee, Ik had het over gezegd. in bearmarkten wordt er gewerkt en in boermarkten wordt wordt er dus... Ja, ja. Ja, ja, de, ja. In de wordt er gezaaid, uh, en in de boel, moet je oogsten. Ja. Want als je wacht met treden totdat tot alles aan het, aan het stijgen is, dat, dan ben je eigenlijk al een beetje aan de late kant. Dit is het moment om te leren. Dus ja. dat was, was het enige wat ik uh, kwijt wilde af. Ja, het is datgene wat, wat elke keer weer terugkomt: ongeduld. En ik begrijp het heel goed. Ik bedoel, uh, uh, je wilt verder hiermee, je wilt je vermogens zien groeien, je wilt meer ontwikkelen. En je, je hoort af en toe ook sensatieverhalen, ook weer vaak op YouTube. Uh, van mensen die zeggen. Ah, het is fantastisch. Ik heb net weer uh, whatever. En dan worden er weer gigantische bedragen genoemd. Uh, ge verdiend met een trade. Nou, heel veel van die verhalen zijn natuurlijk gewoon opgeblazen. Maar ik kan me voorstellen, als je dat hoort, je denkt, van waarom gebeurt mij dat dan niet? Waarom kan ik dat niet door? Wat doe ik niet goed? Of wat zie ik niet goed? Of kan ik dit sowieso wel? Het antwoord is geduld. Er bestaat nooit, het heeft ook geen boelmarkten die bestaan, er is geen systeem waarbij je in een hele korte tijd, in 24 uur of in een week of in een maand, opeens van niets, weinig vermogen, heel veel vermogen opbouwt. Dat is er gewoon niet. Je zult hiervoor aan de slag moeten. En ik blijf het zeggen, ook al zitten we nu al een tijd lang in een bearish markt, echt al ruim een jaar, echt ruim ruim een jaar, dit is het moment om het te leren. En gewoon om je zo breed mogelijk te maken als het gaat om je eigen kennisniveau en vaardigheden. Zodat je straks, als die onvermijdelijke bullrun komt, jij er klaar voor bent, helemaal als trader. Dus hoe meer, en dit is een mooi bruggetje: hoe meer ervaring je nu hebt met het toepassen van de day trading strategie, de CryptoCoin's dus day trading strategie, die werkt echt wel. Des te beter je voorbereid bent op misschien een nieuwe strategie. Om straks misschien met ons mee te doen. Dit is het bruggetje. Uh, tijdens onze challenge, waar we het zo meteen over gaan hebben. Maar, en dit is meteen. Ja, Daar kom ik zo meteen even op, maar misschien vergeet ik het. Dus laat ik het nu maar even doen, want we hebben geen aantekeningen met uh, voorbereidingen voor <laughs> deze sessie. We gaan het zo meteen hebben over de CryptoCoiners Day Trade. Uh, de CryptoCoiners Challenge, ik zeg het verkeerd. Dan gaan we aan de slag. Kevin en ik gaan tegen elkaar opboxen, uh, letterlijk en figuurlijk misschien wel. In ieder geval figuurlijk. Um, om van een, behoorlijk, van een aanzienlijk bedrag een nog veel aanzienlijker bedrag te maken. Dat gaan we doen niet met de Crypto Coinis Training Strategie, maar met een strategie die Kevin heeft ontwikkeld. Die, die gebruikt nu al sinds, Kevan, begin dit jaar, geloof ik, uit mijn hoofd ongeveer. Begin dit, jaar, ja. Ja, begin dit jaar. Ja, begin dit jaar. En uh, die strategie moet ik, ook, moet ik ook leren. Ik ben druk aan het leren op dit ogenblik. Echt weer back to the roots. Ik voel me echt tien jaar teruggegooid in de tijd. Uh, en het kan me voorstellen dat je denkt: van het is heel verleidelijk om dat ook te gaan doen. Ik ga gewoon diezelfde strategie gebruiken. Waarom niet? En dit is een beetje raar. We kiezen voor een strategie op een markt die niet per definitie past bij wat beginners zouden moeten doen, maar we doen dat omdat we gewoon grote sprongen willen maken uh, en omdat de strategie is die Kevan sowieso al gebruikt en die gewoon met name met de grotere bedragen beter werkt. Maar je wilt naar mijn bescheiden mening pas zelf aan de slag gaan met die strategie als je Doorgewinterd bent als het gaat om een makkelijker strategie. De crypto coinus Day Trading strategie. De strategie van Kevin, wat we nu de CryptoCoin Swing Trading strategie hebben gedoopt, min of meer. Is niet zo heel moeilijk om te leren. Is ook niet zo heel moeilijk om toe te passen. Op één voorwaarde, je kunt al traden. Je hebt trading ervaring. Je hebt ervaring als het gaat om het nemen van winst en het nemen van verlies. Dat komt bij deze strategie veel vaker voor dan bij de Cryptocurrency daytrading trading strategie. Je hebt ervaring met het onder controle krijgen van je emoties. Als je dat niet hebt, dan is dit eigenlijk vragen om problemen. En dan is de leercurve zo hoog dat je waarschijnlijk ontmoedigd raakt. Dus als je net bent begonnen met traden of nog niet, en je hebt nog niet zoveel trades gezet, en je, je beschouwt jezelf nog als een beginnend trader, dan zou ik absoluut mee. Komen kijken naar de challenge, meekomen kijken en leren van de charts die wij gaan posten, de trading ervaringen die wij met je delen uh, en alle dingen die we tussendoor nog gaan doen, alle informatie die je krijgt, de video bekijken waarin we de strategie uitleggen enzovoort. Maar ik zou niet meteen gaan toepassen. Daar raak je uiteindelijk onderaan de streep alleen maar gefrustreerd door en dan zou je misschien wel aan het strategie hoppen zijn. Dat is ook niet wat je wilt. Dus focus voorlopig gewoon op het blijven leren hiervan, hoe moeilijk. Dat misschien op dit ogenblik ook lijkt. Maar laat je, als je. Dat is het beste. Eigenlijk het enige verzoek wat ik heb. Laat je niet afleiden. En vooral niet demotiveren. door verhalen van mensen die zeggen dat het niet werkt. Dat is. Het werkt. Anders zou. Uh, ik zou mezelf niet in de spiegel kunnen aankijken. als het niet zou werken. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Oké, okay, tot zover even dit uh, toestand. Zullen we even door de chat heen. Uh, uh, heen huppelen. Gewoon eens kijken wat er allemaal. Het is, er zijn 180 mensen hier vandaag. En dat terwijl het woensdagmiddag is. Fantastisch. Fantastisch om dit te zien. En, en een half uur van tevoren is aangekondigd ook nog. eens. En ja, en overigens een kwartier later begonnen vanwege allerlei technische problemen. Noep ben ik gewoon een grote noep. Techno noep. Um, even kijken hoor. Um, Paul van Heesik die vroeg om 1 uur 21: uh, krijgen we al een tipje van de sluier over de aanstaande challenge? Nou, Paul, uh... speciaal voor jou. Gaat Keevan nu wat vertellen over de challenge? Keevan, vertel. Ah, hey. Keevan, echt voor het bloggen. Als die Keevan. vraag komt, ik weet niet wat ik moet zeggen hoor. Oké, okay. mensen, is ik zou heel eerlijk zijn. Wie is Keevan? <laughs> um, ik, de bedoeling was om vlak voor de livestream uh, met rules te overleggen wat wij nu op dit moment. Ja, we hebben van tevoren hebben aangegeven: de challenge begint op 2 oktober. En, en vanuit uh, nu tot 2 oktober uh, uh, wordt er steeds meer een uh, tipje van de sluier gelicht. En ik, eh, eh, ik vroeg dus aan Roof: van ja, wat gaan we nu al zeggen en wat, wat gaan we later uh, 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 steeds, meer, uh, steeds meer zeggen? En nou, dat gesprek hebben wij dus nooit uh, kunnen voeren, omdat het uh, technisch uh, fout liep. Dus je, je, je kijkt mij aan. Maar kort gezegd, de, de challenge, wat er tot nu toe in ieder geval bekend is. En dan kijk je ernaar, Roof, heel lief van, van wat we nu uh, eigenlijk uh, kunnen, kunnen meegeven. Maar wat tot nu toe bekend is. Um, ik was met uh, Roof uh, in de bergen. En uh, Rolf die kwam met het geniale idee om een challenge uh, te, uh, te geniaal. hebben. Geniaal. Dus, uh, dat we samen, ja, geniaal. Echt geniaal. geniaal. Ja. En geniaal. En het ik wist blood. waren we live. <lacht> <lacht> ja. En voor ik het wist waren we een half uur later waren we live <laughs> om het dan mee ja. te delen bij Zwijck. Het ging zo snel. Uh, dus uh, we zijn allebei heel enthousiast hierover. En uh, de bedoeling is dus dat ik uh, dat we het gaan doen met een, uh, nou ja, met dezelfde strategie. We hebben gekozen om uh, hiervoor een strategie te gebruiken, Roel zei het net al, die ik zeg maar, vanaf het begin dit jaar uh, aan het gebruiken ben, steeds vaker. Begin dit jaar, jaar was ik een beetje aan het uh, vormgeven en daarna was ik meer aan het testen en uh, gewoon kijken of, of het überhaupt wat voor me is. Uh, en die strategie die werkt in principe heel goed, uh, ook in deze markt. En dat is ook de reden waarom we hebben besloten om de challenge uh, te, met deze strategie te gaan doen. Roof had er een. Uh, nou ja, uh, uh, Roef had voor die tijd uh, had hij nooit ermee gewerkt en uh, nu uh, sindsdien uh, is hij druk bezig met het aanleren van de, uh, van de strategie. We hebben uh, een tijdje geleden hebben we ook een uh, heel gesprek met elkaar gehad waarin ik zeg maar de, de fijne kneepjes. Uh, nou, fijne van van het vak is een word, in de vakiers gaat groot In ieder geval de details en het zijn juist de details die ervoor zorgen of je winstgevend uh, uh, treedt of niet. Uh, om dat met elkaar te bespreken. Hij is daar, daar, daar verder mee gegaan. Dus misschien dat jij straks kan zeggen in hoeverre jij daarmee uh, uh, bent geëindigd. Uh, en op dit moment uh, is dat eigenlijk alles wat, wat nog loopt. De, de challenge gaat, die gaat 2 oktober van start. Natuurlijk hebben wij uh, intern het een, en het, ander, het een en ander besproken met elkaar. Uh, over uh, hoe we het gaan vormgeven. Uh, wat er allemaal bij komt kijken. Hoe we alles zo transparant mogelijk gaan maken. En uh, hoe we zeg maar, vanaf met een significant bedrag een, een heel groot uh, bedrag zouden kunnen maken. Hoe lang, hoe lang we de, 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 de tijd uh, nodig zouden kunnen hebben, hoe we het uh, uh, gaan, gaan ventileren naar jullie, dus hoe, hoe jullie uh, alle trades kunnen zien. Al die zaken die, die hebben we intern besproken. En uh, aan de hand daarvan uh, ja, uh, worden de, in ieder geval de, de komende tijd, tussen nu en 2 oktober, worden de, uh, steeds meer dingen bekendgemaakt. Um, maar dit, dit is eigenlijk het enige wat ik op dit moment nu nog kan zeggen hierover. Want ja, nogmaals, ik heb nog niet met Roof kunnen praten over wat we. Uh, van, kijk, heel veel dingen zijn namelijk ideeën. Het is niet zo dat, dat we dingen geheim willen houden, maar heel veel dingen zijn ideeën. En er zijn zoveel ideeën bij elkaar gekomen. dat we nog echt moeten bespreken: van oké, okay, wa, uh, wat, wat laten we gaan? Wat, wat gaan we, waar gaan we mee door? Uh, et cetera, et cetera. Dus vandaar dat ik uh, dat gesprek even met Roof wilde hebben. Uh, maar goed, Roof, je krijgt van mij de bal nu terug. Uh, kijk, oh. jij er eens wat meer over? Um, ja, dit idee ontstond, en volgens mij hebben we dat ook niet verteld tijdens de, tijdens de livestream toen uh, in de bergen. Uh, ontstond echt gewoon heel spontaan. Ik was, uh, ik was iets niet bijzonders aan het doen. Even hey, wachten eens even. Maar het was niet specifiek bedoeld toen nog voor cryptocoiners. Ik had zoiets van: uh, we, waren, we zijn een week bezig geweest met het, uh, het bedenken van allerlei dingen die we gaan doen, of kunnen gaan doen, met cryptocoins en voor cryptocoins. Maar ik kreeg opeens een idee: wat we had natuurlijk, tuurlijk praat je over trading als je met Kevin op pad bent. En ik kreeg opeens een idee: van, weet je, wat Kevin zou het niet leuk zijn als jij en ik gewoon. Zullen we eens een wedstrijdje doen? Zo begon het eigenlijk, Dat was mijn idee. Zullen we gewoon eens een wedstrijdje doen, doe jij en ik, gewoon buiten cryptocoins om gewoon. Privé, jij en ik tegen elkaar. Weet je wat, we beginnen gewoon met een bedrag, we wel een serieus bedrag, moet wel ergens over gaan. En we gaan gewoon eens even kijken wie er uh, zo snel mogelijk een ander bedrag van kan maken, het liefst een hoger bedrag. En Kevin zei, ja, vind je eigenlijk best wel een leuk idee. En toen kwam al vrij snel iemand anders, volgens mij uit het team, dat was niet ik, uh, met het idee van, maar waarom doen we dat niet gewoon op cryptocoins? Uh, ga maar eens gewoon met de billen bloot. Laat maar gewoon eens zien wat jullie resultaten zouden zijn. Als jullie, mensen, twee volledig transparant gaan traden op een bepaalde methode. Welke methode gebruiken we dan? Nou, toen kwam dus Kevin uh, zijn uh, swing trading strategie aan bod. En zo is het eigenlijk begonnen. En het is volgens mij inderdaad zo dat bij het ontbijt heb ik volgens mij gezegd dat we dit zouden kunnen gaan doen, een idee. En een paar uur later zaten we daar ter plekke uh, uh, in de bibliotheek en hebben we daar die uh, stream gedaan. Dus het is het was heel fris eigenlijk allemaal. En zo is het idee oorspronkelijk eigenlijk ontstaan. En ik ben op dit ogenblik. Uh, dit, ik, heb deze, ik heb natuurlijk wel getraind met price action, dat is allemaal niks nieuws. Maar deze specifieke strategie, die K uh, zelf al lang gebruikt, maar nog nooit uh, heeft heeft uitgelegd, hij heeft de gedeeltes uitgehaald, die heeft gedemonstreerd tijdens clubhuizen en zo, tijdens uh, trainingdagboekssessies enzovoort. Maar het complete feest, de hele strategie op zich met... Als je mij kent en je hebt wel eens een... Uh, nou ja, als je de, de day trading strategie kent... en je kent mijn video's daarover en mijn clinics en cursussen daarover... dan weet je, ik ben nogal van het systeem. Stappenplan, doe eerst dit, doe dan dat, doe dan dit. Gewoon dat je het, gewoon een lijstje hebt wat je kunt afwerken... en dat je het in principe zou kunnen vertalen in een algoritme... dat je een computerprogramma zou kunnen laten uitvoeren. Zo had ik dit allemaal niet voor me. Deze strategie is een hele andere. Dus ik ben een uh, week... Dus het idee was... Wanneer waren we in? Oh, twee, drie weken geleden zo geloof ik. Ik, ben, ik weet niet hoe lang we al weer terug zijn... Ik ben um, afgelopen maandag, dus eergisteren, een week geleden, dus de week daarvoor, dus nu een dag of tien geleden, ben ik serieus begonnen met het leren van deze strategie. En ik kan je vertellen wat mijn leertraject is, misschien interessant als je zelf ooit overweegt om een strategie te leren. Um, ik heb mezelf twee weken gegund, dus de, ik zit nu in week twee van die twee weken, om gewoon... ...de charts te leren analyseren op de manier die bij deze strategie hoort. Dat we oefenen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Vervolgens geef ik mezelf straks een week om uh, uh, te gaan traden met deze strategie... ...met een klein oefenbudget op Bybit. Want dat, we hebben nagedacht op welk platform gaan we dit dan doen. Nou, we hebben even goed nagedacht welke van de platformen... ...komt het beste in aanraking voor deze strategie. Laten we dan Bybit nemen... Dus we hebben Bybit gebeld, ook nog even tussendoor. En Bybit vindt het heel leuk dat we dit gaan doen. Dus die gaan dit absoluut ondersteunen. Niet dat wij daar wat aan hebben. Ah, misschien krijgen we wel uh, boxers, uh, baden, uh, badjassen van Bybit, je weet maar nooit. Maar ook met... Hopen oh, ze uh, mij laat uh, hebben, Rolf? Uh, ja, dat was het probleem volgens mij. Ze zeiden, ja, dat, dat, voor jou gaat het wel lukken, maar voor Kevin wordt het een uitdaging waarschijnlijk. We gaan uh, waarschijnlijk ook prijzen uitreiken, of bijwit gaat prijzen uitreiken, niet aan ons, maar aan uh, mensen die bij deze uh, challenge betrokken zijn, jullie dus, publiek, en uh, nog allerlei andere dingen. Maar mijn, uh, mijn leertraject is dus twee weken lang leren charten op basis van dit verhaal, veel overleg met Kevan, want Kevan, nogmaals, dat was niet echt een helder leerplan, zoals het dan heet, dus ik heb dat inmiddels zelf min of meer in elkaar gezet op basis van wat Kevan allemaal al heeft uitgelegd. Volgende week ga ik actief aan de slag op Bybit. Met het uitvoeren van trades op basis van deze strategie. Ja, en de week daarna, 2 oktober, kondigen we dit officieel aan. En vrij snel daarna begint dan ook daadwerkelijk de, de challenge. Dan gaan we echt aan de slag. En we zijn natuurlijk nu, want oh, het is zo'n kort dag allemaal. We zijn nu natuurlijk heel goed aan het plannen. Hoe kunnen we dit ook voor jullie tijdens die challenge zo leuk mogelijk maken? Dus wat kunnen we jullie live laten zien? Dat je echt gewoon... Op een pagina of webpagina kunt komen. Je ziet meteen hoe we ervoor staan. Wie staat ervoor, wie staat erachter? Meestal, okay. Als K van achter staat, waarom staat K van achter? Al dat soort dingen. Dat gaan we natuurlijk gewoon uh, live laten zien. We gaan, het is 100% transparant. Uh, we hebben met elkaar al duidelijke afspraken gemaakt van wat wel toegestaan is en wat zeker niet toegestaan is. Jullie kunnen ook allemaal volgen of we ons aan die afspraken houden. Er wordt niet vals gespeeld. Dat is niet de bedoeling. En um, dat is op dit ogenblik hoe het loopt. Dus we, ik ben me hard aan het voorbereiden. En het is natuurlijk waanzinnig cool om een compleet nieuwe strategie te leren. Die je nog nooit eerder op die manier hebt toegepast. Die iemand anders al negen maanden lang gebruikt. Dus je, je begint gewoon vanuit een underdog positie. En ik begrijp heel goed, er zijn wat polls gehouden natuurlijk over wie gaat dit winnen. Ja. Ik bedoel, het is natuurlijk duidelijk dat uh, omdat Kevan veel meer ervaring heeft met deze strategie. Met deze specifieke strategie. Dat hij meer uh, stemmen wint. En aan mij de uitdaging om te zorgen dat dat heel snel omkeert. Dus dat is eigenlijk in het kort uh, mijn vraag. Ik, ik verheug me er waanzinnig op. Uh, daar had ik het ook over van de week met iemand. Um, ik heb... Uh, ik treed nu al heel erg lang. Echt al, 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 al bijna tien jaar. En... Um, op een gegeven moment ben je wel een beetje natuurlijk klaar ermee, letterlijk en figuurlijk. En dan hoeft het allemaal niet meer zo nodig. En dan ga je andere dingen doen. Het is ook een beetje van mijn cryptocoins ben begonnen natuurlijk. En ook uh, um, ja, op een gegeven moment. Pff, waarom zou je nog? En dit is natuurlijk nieuw vuur. Ik heb nu zoiets van. wow, ik moet er weer voor gaan. Ik moet weer wat nieuws leren. Ik moet echt aan de slag. En ik wil ook een beetje dit gebruiken om jullie te laten zien dat er altijd wel een manier is, er is dus altijd wel een weg. Er is altijd, je kunt de tijd die je niet meer kunt gebruiken om gewoon te daytraden, straks misschien gebruiken om dit te leren. Ook al ga je er nog niet meer aan het werk, maar in ieder geval te leren van de inzichten die je hopelijk krijgt van ons als we niet alleen onze strategie met gaan delen, maar ook de mindsets die we hebben, bepaalde beslissingen die we nemen die niet specifiek wat met traden te maken hebben, maar wel met de challenge te maken hebben. We hopen dat je er uiteindelijk toch weer een hoop van opsteekt. Dus dat is eigenlijk mijn verhaal. Ik hoop dat ik het zo... Uh Goed heb uitgelegd, Kevin. Dus ja, ja, zo okay. Dus Paul, ik hoop dat we met jouw vraag, uh, of op jouw vraag krijgen, wel een tipje van de sluier, al wat hebben verteld. Voor de zekerheid, op 2 oktober. 's avonds, dat is volgens mij een maandag, maar dat ben ik niet helemaal zeker. Vindt er een uh, speciale um, uh, sessie plaats, een livestream plaats, waarin we officieel aftopen? Nog één ding, ik heb het gisteren al even verteld tijdens de zeker tweede clinic. Het is niet voor heel erg veel mensen relevant, maar ik vertel toch gauw even. Uh, ik ben bezig met het opnemen van een cursus, de trading, uh, maak je eigen tradingstrategieën cursus. En hoewel die cursus geen opsomming is van een aantal tradingstrategieën, uh, is die, op, uh, die cursus meer een, een opsomming van, en op, een, op een, een mooie structurele manier gepresenteerd van, een aantal zeg maar, Lego-blokjes die je kunt gebruiken om zelf tradingstrategieën te ontwerpen. En de tradingstrategie die Kevan hier gebruikt, gebruikt of maakt gebruik van een aantal Lego-blokjes. Die KV zelf ook in zijn uh, chartpatronen clinics, in zijn uh, uh, price action clinics heeft gebruikt. En ik heb besloten om een paar van die legoblokjes blokjes ook op te nemen in de Maak je eigen trading Strategie clinic. Dus ik, ga, ik heb wat meer tijd nog nodig dan ik helaas had verwacht. Om die uh, cursus sorry goed op te nemen, dus maar niet veel mensen hebben zich voor die cursus aangemeld. Een aantal mensen had zich voor de kliniek aangemeld. Die krijgen die cursus gratis. Dus het kan zijn dat ik toch nog iets uitloop, maar dan heb je nog een veel completere cursus dan je al had, waar dus ook die lego blokjes in zitten. Dus hoe werkt dat nou eigenlijk met zo'n liquiditeitszone die je van als een gek op het scherm ziet zetten? Of hoe werkt dat nou precies met uh, met breakouts en met retests en zo dingen die oorspronkelijk geen plek hadden in die cursus, maar dus nu wel inkomen. Dus als je straks uh, op zoek bent naar je eigen strategie en als je eigen strategie wilt gaan maken en testen. En je wilt toch ook wel graag wat van dat, aspect, dat soort aspecten meenemen, dat kan. Dus dat sluit nog beter aan. En nog, dus dat heeft wat de cursus betreft. Um, dan nog iets. Uh, de, we, zijn, we krijgen steeds meer vragen. Je hebt ze zelf waarschijnlijk ook al gezien in de Telegram-chatgroepen. Van mensen zeggen: Kan ik hier ook een cursus over gaan volgen? Uh, het antwoord is. Dat weet Kevin. dat gaat Kevin zo meteen wel beantwoorden. Maar we hebben ook gezegd, we willen sowieso een video maken die gewoon online staat op YouTube. Waarin we mensen uitleggen, min of meer in grote lijnen, hoe deze strategie werkt. Zodat je straks aan de hand van die video goed geïnformeerd kunt uh, meekijken. Dat je weet wat we doen en waarom we doen wat we doen. Dat wil niet zeggen dat je dan nou meteen ook al benige voor de trader, die strategie ook kunt gaan toepassen. Daar is straks wel een cursus voor waarschijnlijk. Um, maar je weet in ieder geval waar het over gaat. En Kevan, wat die cursus betreft, hoe, uh, wat, vertel. Want ik weet er eigenlijk gewoon helemaal niks van. Oh ja, wat die video betreft, mm. voordat Kevan aan de slag gaat. Die video, de planning is nu om die video volgende week op te nemen. Kevan en ik gaan dat uh, samen doen. Het wordt een, uh, een co-productie. En dan verschijnt die video vanzelf op YouTube. En die vraag over die cursus, Kevan, als jij daar wat over te zeggen hebt. Ik wil je niet voor het blok gooien, hier, maar als je er wat over te zeggen hebt. Nee, maar het is, het is, het is, het is, het is een goede is. vraag. Hoor je hem? Ah, oh, nee, omdat je dit eten niet misschien hoor je hem niet. Uh, nee, maar het is, het, is, het is een goede vraag. Um, en die vraag die krijg ik ook heel veel. Kijk, er komt sowieso een cursus uit. En uh, de, de, wat nu nog niet bekend is, is wanneer. En daar is een reden voor. Um, het gaat even om mijn eigen planning. Uh, ik verwacht niet dat het heel lang gaat duren. Uh, en dat het vrij snel in de buurt van, ja, toch die 2 oktober, misschien iets 1 of 2 weken later. Maar veel later zal het niet zijn. Dus ik verwacht dat rond de periode dat de challenge echt vorm gaat krijgen. En jullie ook mee aan het kijken zijn dat rond die periode wel de cursus online gaat komen. Um, maar daarvoor komt er inderdaad ook een, een video, eigenlijk een gratis video voor jullie uh, om te volgen. Waarin ik gewoon aangeef wat we überhaupt aan het doen zijn. Uh, ik geef genoeg informatie uh, over, uh, wij geven genoeg informatie over, uh, over de strategie. Uh, zodat je in ieder geval mee, mee kan kijken, maar waarschijnlijk ook mee kan treden. Uh, de, het verschil tussen de video en de cursus is, is alleen. Kijk, uh, voor, de, uh, voor, de, uh, voor de cursus uh, zit er gewoon heel veel verdieping bij. Dan gaan we gewoon veel, diep, uh, er wordt gewoon veel dieper ingegaan op, uh, op, alle, op alle zaken, om, ja, om, om in ieder geval meer winst uh, eruit te halen. En, en, en dus ja, uiteindelijk ook minder verlies. Uh, maar de, de ja, eigenlijk dat meer, meer kan ik niet zeggen. De, het wordt een, uh, een, een leuke cursus. Uh, uh, er worden wel zaken meegenomen vanuit mijn bestaande clinics. Dus denk hierbij aan uh, clinics uh, zoals uh, uh, chartpatronen, patronen, uh, 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 price action en dat soort dingen. Alleen uh, wat het geval is, is natuurlijk uh, 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 hij, hij zei net al, ik, ik pak bepaalde aspecten. Uh, ik heb bepaalde aspecten uit andere clinics gepakt en uh, daar uh, deze strategie mee samengesteld. Alleen dit is wel een heel groot maar. Uh, de strategie natuurlijk um, uh, gaan we het hebben over trendlijnen en, en uh, liquiditeitsboxen. Uh, maar ik ga in de cursus ga ik heel diep in en op een andere manier dan wat jullie gewend zijn. Dus het is niet zo dat als je uh, zeg maar uh, de, de clinics uh, gevolgd hebt dat je daadwerkelijk ook alles uh, kan wat er daadwerkelijk ook gedaan wordt met de strategie. Dus daar is wel een bepaald verdiepingslag voor nodig. Maar inderdaad ik ga het in, inderdaad hebben over uh, zaken die bij andere uh, clinics uh, tevoorschijn komen of uh, uh, besproken worden. Alleen uh, veel dieper en, en ook in een andere vorm. Want dat is ook namelijk ook een vraag die ik, uh, die ik krijg. Van joh, ik heb al jouw clinics gevolgd. Ik zie dat je gebruik maakt van trendline en liquiditeitsboxen. Uh, uh, snap ik het dan al? De, de het uh, antwoord is uh, hoogstwaarschijnlijk niet. Omdat ik op een andere manier kijk naar liquiditeitsboxen. Dan ik uh, in de price action clinic uh, uh, bespreek. De entry is op een andere manier. Um, uh, de uitbraak is op een andere manier, trendlijnen teken ik op een uh, wat andere manier in. Uh, de trendlijn uh, bepaalt of ik long of short ga, dat zijn allemaal zaken die uh, niet um, besproken worden tijdens de, uh, tijdens de clinics. Want ja, voor de clinics heb je daadwerkelijk ook alles, uh, alle, al, alles wat daar besproken wordt, heb je nodig voor die specifieke strategie. Um, dus ja, meer dan dat kan ik eigenlijk niet zeggen over de cursus. Dus het komt eraan en um, ja, het wordt uitgebreider. Uh, je ja, uitgebreide slash anders dan de informatie die je tijdens de clinics uh, hebt gekregen van mij. En voor zekerheid, wij gaan niet zeggen van. Toen is dat van niet, dat heb ik nooit gedaan, ik denk niet dat we dat nu zouden moeten gaan doen. Als er een vraag wordt gesteld tijdens onze challenge: van... hé, hey, waarom doe je dat en dat zo? Of en dat we nou, weet je wat, daar moet je de cursus voor aanschaffen, zo zijn we niet. We leggen dat dan ja. gewoon uit. Alleen, je weet, als je cryptocoins kent, en als je het cursus en clinicmateriaal van cryptocoins kent, dan weet je dat al onze cursus en clinic uh, clinics extra verdieping geven, meer structuur geven. Wat gewoon veel mensen weten te waarderen. Dus dit is geen verkooppraatje om die cursus aan te schaffen. De challenge doen we ook niet om een cursus te verkopen of zo. Die challenge is als gezegd: ontstaan uit het idee. Misschien vertellen we tijdens het Janus nog waar het idee is ontstaan. Uh, uit een idee dat om gewoon stil elkaar, uh, gewoon te gaan, uh, ja, gaan, uh, gaan, gaan uh, trainen. Gewoon eens kijken wie wint en wie is er nou eigenlijk beter. Er blijven natuurlijk gewoon twee mannetjes die dat gewoon willen winnen voor elkaar. <laughs> Zo werkt het tenminste. Ik bedoel, willen winnen, ik weet dat ik win. Maar uiteindelijk, uh, ik, bedoel, ik begin vanuit de underdog positie. Wat wil je nog meer? Uh, er kwam trouwens nog een vraag over uh, voor jou, uh, uh, Kevan, van Lies. Uh, die zei om half twee... Uh, komt er nog een vragensessie voor de masterclass derivaten? Um, daar kom ik bi heel binnenkort op terug. Ga er maar vanuit van. Uh, ja, ja, tenminste, een, uh, ik weet niet of het een uh, live sessie gaat worden, maar er komt sowieso uh, de mogelijkheid om vragen uh, in te sturen en daadwerkelijk ook het beantwoorden ervan. Uh, eigenlijk hetzelfde wat wij van tevoren hebben ge gecommuniceerd uh, voordat we de masterclass. Uh, hadden uitgebracht. Uh, of het live wordt of niet, we moeten kijken naar wat uh, daadwerkelijk ook productiever is. Uh, niet zozeer van mij, maar, maar voor jullie. Uh, misschien is het, uh, kijk, aan de ene kant is het uh, 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 tof om uh, uh, dit soort dingen live te gaan doen, maar aan de andere kant misschien kan ik, als ik uh, van tevoren de vragen weet, daadwerkelijk ook beter antwoorden dan wanneer ik het live op andere spot tijdens een Zoom-sessie uh, zou moeten doen, waardoor uh, de kwaliteit uiteindelijk ook veel beter wordt uh, van de uh, antwoorden. Dus uh, daar gaan we binnenkort over sparren, maar sowieso wat er ook gebeurt, het komt uh, te, te goede uit van, uh, uh, van de mensen die zich ervoor hebben aangemeld. En jullie krijgen sowieso ook de mogelijkheid om de vragen van tevoren uh, uh, in te sturen. En, uh, ofwel live, ofwel via een andere manier. Dus dat gaat sowieso komen, ja. Oké, okay, dan um, Dirk die vraagt uh, de cryptocurrency swing trading strategie met hike en asje of gewone candles? Uh, en, die pak ik, ja, allebei tegelijk ja, maar zeggen. Ja, pak maar. Nee, nee, nee. Gewone candles. Ja, candles. Gew simpel, ja. gewoon candles. Overigens, uh, ja, gewoon, het zijn gewone candles, maar er zijn bepaalde uh, onderdelen uh, van deze strategie waarbij je wicks buiten beschouwing laat. Niet zo heel veel, maar één of twee onderdelen laat je wicks, bepaalde wicks, buiten beschouwing. Dus, uh, is een beetje heik en asje, maar eigenlijk niet. het zijn gewoon gewone candles. Um, hier is het interessante van Nicolas. Die zegt, uh, dit ging over mijn, waarschijnlijk over mijn eerdere opmerking... dat je gewoon kunt traden. En dat je je vooral niet wilt laten ontmoedigen door negatieve verhalen. Mensen zeggen dat lukt allemaal niet, dat kan niet meer, enzovoort. Nicolas die schreef over uh, daytraden. Ik denk dat het over daytraden gaat. Zelf veel kieskundiger geworden met mijn instap. Ik ga ook alleen maar long. Oftewel, ik koop alleen maar met als doel om het te verkopen met winst. En geen shorts dus. En ik moet zeggen, dat gaat me redelijk goed af. Het gaat niet zo snel, maar we maken winst. Ah, kijk, Nicolas doet het niet alleen. Ze maken allemaal winst bij Nicolas thuis. Super, Nicolas. Alle gekheid op het bedankt. En ook Maurice die zegt: Ik trade nagenoeg iedere dag. Volgens ongeveer een hoop haakjes in dit bericht. Uh, ongeveer de cryptocurrency strategie En dat is niet echt moeilijker, want de strategie is niet veranderd. Ik heb er alleen een eigen sausje overheen gegooid. En dat is natuurlijk de crux. Dat is ook de reden voor mij om sowieso die cursus te ontwerpen. Maak je eigen tradingstrategieën. Want. De Clifford Corners Day Trading Strategie werkt gewoon. Echt niks mis mee. Die strategie doet er gewoon nog steeds prima. Maar in sommige gevallen wil je bepaalde onderdelen ervan. Dan gaat het dus niet over de strategie. Maar over de tactiek die je hebt om die strategie te gebruiken. Wil je aanpassen? Uh, ik deed gisteren bijvoorbeeld een trade uh, op uh, Bybit Spot. Um, overigens, we hebben een bybit actie op dit ogenblik lopen. Daar kom ik zo nog even op terug. Help me erin als ik dat vergeet. Um, op Bybit Spot een trade waarbij ik uh, kocht en bijkocht. En omdat ik zag dat het een last lang, uh, langzame trade zou worden. ...heb ik besloten om mijn eerste bijkoop meteen weer te verkopen... ...als er een procent winst op die bijkoop zat. Dus een soort yo yo zonder te yo-yo-traden op de eerste bijkoop. Nou, het is nog steeds de crypto strategie ...maar het is niet de klassieke versie ervan. Een aanpassing om wat sneller uit anders moeizamere trades te komen. Dat soort dingen wil je gewoon zelf onderzoeken en, en uitproberen... ...wat waarschijnlijk datgene is wat, uh, wat Maurice doet... Ik scroll nog even, stel verder door de tekst als uh, uh, YouTube mij dat mogelijk maakt. Blijf vragen stellen, mensen. Heel belangrijk. Dit is de kans om gewoon open erover te discussiëren. Ook over de challenge, ook over hoe het gaat en zo. Uh, daar is Jimmy. Jimmy, leuk dat je erbij bent. Uh, super dat je erbij bent. Um, mm -hmm. Hallo, ik heb nog een vraag, zegt um, JVD. Ik heb een vraag over het verschil: Qcoin, Bybit en Binance. Als ik naar het volume kijk, dan heeft Qcoin bij bijvoorbeeld XLM meer volume dan Bybit. Hoe kan het dan zijn dat er veel gaten bij de candles zijn? Uh, gaps hebben niet per definitie altijd iets te maken met volume. Het kan wel. Het is een beetje appels en peren. Dus ik kan niet precies die vraag beantwoorden. Uh, gaps ontstaan omdat het toevallig even niet wordt gehandeld op een bepaald tijdstip tussen, uh, tijdstip tussen twee. Ja, hoe zeg je dat? Uh, het moment dat een candle is afgelopen en de volgende candle begint, de eerste trade daarin kan op een heel ander prijsniveau zitten. Dat is een wat volatiliteit doet. Dan het, de candle daarvoor. En daar kunnen dergelijke gaps door ontstaan. Maar dat hoeft niet per definitie altijd met volume te maken te hebben. Dat blijkt ook wel, want je ziet die gaps eerder bij Qcoin dan bij uh, Bybit. Bij Qcoin wordt waarschijnlijk wat op wat andere intervallen getrade met wat andere volumes, waardoor je dat dus op zo, uh, zo kan ervaren. Uh, Peter Hagenaar zegt: Is de besproken video gratis? Het antwoord is: Peter, ja, 100% gratis. Uh, en Peter zegt: Extra verdieping kost dus geld. Exact. Zoals eigenlijk niet alleen extra verdieping. Ik bedoel, uh, Peter, als je ons al wat langer kent, dan weet je dat we heel diep kunnen gaan in sessies zoals het Clubhuis. Of van uh, Trading Dagboek. Of de, al die live-opnames die je doet. En zelfs in de podcast af en toe, als ik naar afloop, gewoon nog vragen blijf beantwoorden. Maar. Cursussen en clinics hebben we ontwikkeld omdat een selecte groep mensen behoefte heeft aan meer structuur, heldere stappenplannen, gewoon een, een, ja, een cursus. Of een dag alleen maar daarmee bezig zijn op een gestructureerde manier. Zo hoort dat normaal gesproken te werken. En ja, daar staat dan inderdaad ook een overigens lage investering tegenop bij. Uh, ik blijf nog steeds roepen dat we bij cryptocoins zo bereikbaar mogelijk willen blijven voor een zo groot mogelijke groep mensen. Maar tegelijkertijd vind ik ook dat als we er zoveel uren in investeren, dat geldt met name voor andere mensen die veel klinics geven. Want ik doe dat niet meer zo vaak, zoals je misschien weet. Dan moet daar ook voor worden betaald. Uh, jij werkt waarschijnlijk ook niet voor niks. Dat zou me verbazen. En we doen al heel veel gratis, laten we eerlijk zijn. Eigenlijk meer gratis dan niet. Um, wanneer krijgen we, vraagt Bright Light. Wanneer krijgen we weer de oude vertrouwde Bitcoin-analyse van Rolf? Dat ben ik. En dat is een mooi bruggetje. Naar bijvoorbeeld, als dat zomaar werkt. Ik weet niet of dit werkt. Niet eerder getest. Ik weet bijvoorbeeld niet of het geluid het nu blijft doen. Ik heb geen idee. Ik kijk nu meteen even naar mijn OBS-scherm. Ja, zo te zien wel. Kijken of het inderdaad werkt. Uh, nee, het zou kunnen dat het geluid niet goed werkt. Uh, omdat ik zie Kevin niet meer terugkomen. Wacht even hoor. Uh... Ik weet niet of mensen K-van nu nog horen. Uh, dus als je K-van niet, ja, niet meer hoort, zeg het dan even. Zo niet, dan uh, zet ik K-van zo meteen al weer aan. Dit is waarschijnlijk een issue in OBS, dat hebben we nog niet goed kunnen uittesten. Maar de vraag die werd gesteld, ik pak hem er zelf even uit. Oh super, oké. Okay. Fantastisch, dat is goed nieuws. Nee, precies, dat dacht ik al. K-van hoor ze even niet. K-van komt zo weer terug. Uh, dit is een technisch probleem dat ik zo snel even waarschijnlijk niet kan oplossen. Uh, maar dat doen we zo meteen wel. Uh, er kwam een vraag net van: wanneer komen de analyses weer terug uh, van mij? Uh, het antwoord is: wanneer de podcast weer regulier terugkomen, weet ik nog niet. Daar uh, neem ik eerder een beslissing over. Ze dus komen zeker terug. Uh, maar wat de analyse betreft, ik dacht: weet je wat, ik zet gewoon even een paar van de charts snel op de lijst. Uh, die ik normaal gesproken tijdens de podcast zou bespreken. Om even kort naar de markt te kijken. Maar dit is echt super kort: helikopterview. En uh, mijn helikopterview zegt me dat we nog niet uit de problemen zijn. Simpel. Ik reken eerder nog. Misschien even Kevin, dan gaat hij zo meteen vertellen. Nu even niet, want nu hoor je hem niet. Uh, ik reken eerder op meer dalingen dan op meer stijgingen. Dit is de maandchart van Bitcoin, die je als het goed is nu in beeld ziet. En wat die maandchart betreft, je ziet een paar dingen. We hebben natuurlijk de enorme high gehad in november, vorig, uh, november 2, uh, in, uh, 2021. Daarna is de prijs eigenlijk alleen maar naar beneden gegaan. En de eerste opvering hebben we gezien in februari, januari van dit jaar. Begin uh, dit jaar. Uh, dat was eigenlijk voordat de impact van de inflatie in Amerika heel erg duidelijk werd. Toen die renteverhogingen kwamen, kregen we even flink wat volume, kregen we even flink, of flink wat volume, flink wat momentum. De prijs steeg flink omhoog, ging flink omhoog, maar je ziet dat het volume nog steeds niet op het niveau zit Waar het op zat toen we op weg waren naar die allereerste all-time high, die al vrij snel weer nagevolgd werd door, de, door een tweede all-time high. Dit volume wat we lang hebben meegemaakt, is gewoon niet meer teruggekomen in de markt. Waar je ook kijkt, dat is één. Wat nog veel belangrijker is, zijn deze lijnen die ik altijd teken. Ik kijk altijd op dezelfde manier naar charts. Dit is dus de maandchart. Je ziet een MA20 hier lopen, dat is een voortschrijdend gemiddelde van de laatste 20 candles. En een MA50, dezelfde lijn van de laatste 50 candles. Wat alarmerend is voor mij, of in ieder geval alarmerend, het laat in ieder geval zien dat we nog niet uit de problemen zijn, is dat nu eigenlijk al sinds begin vorig jaar, sorry, halverwege vorig jaar, zomer vorig jaar, deze lijn naar beneden loopt. En er nog geen signaal is dat deze, dat deze lijn weer omhoog gaat. Integendeel, de MA20, het voortschrijdende gemiddelde van de laatste 20 closes, gaat neerwaarts. Dat is één. De MA50 ziet er, ik kan hem wel eventjes erbij pakken, de MA50 kan ik even, de MA20 even uitzetten. De MA5 dan zie je hem nog net niet, dan moeten de candles ook even uitzetten. Nou, laat dat maar even gaan. Ik kan hem, ja, je kunt zien, hij loopt nog omhoog, maar hij vlakt af. Dit is ook niet meer zo spectaculair. Maar wat het allervervelendste is voor mij, is dat op de maandchart op dit ogenblik het er op begint te lijken dat de MA20 door de MA50 heen breekt, naar beneden. En de prijs nu sowieso al uh, onder beide staat. Op het randje nu, maar vorige maand onder beide is gesloten. Deze maand onder beide is begonnen en de even dik onder is geweest. Kortom, deze lijnen lopen de verkeerde kant op. Je wilt dit beeld hebben. Je wilt een beeld hebben. Het hoeft niet dit te zijn. Het hoeft niet die enorme piek, nou, die uh, rally naar boven te zijn. Maar je wilt een beeld hebben waarin de prijs boven de MA20 staat. En de MA20 boven de MA50 staat. Dat is een bullish beeld. Ook al gebeurt er niet meteen heel veel met de prijs, dit in mijn ervaring en wat ik heb meegemaakt de afgelopen tien jaar, een dergelijk beeld laat zien dat er vertrouwen in de markt is. En dat de prijsstijging dan eigenlijk min of meer automatisch komt. Wat je nu ziet is dat het volume drastisch is afgenomen. Er gebeurt nauwelijks wat. Dat zie je aan de OBV hier. Je ziet het aan de volumestafjes hier. En je ziet dat er nu niet meer sprake is van een prijs boven de MA20 en een MA20 boven de MA50. Dat wil je op de maandchart terugzien. Pas als, je dat, pas als ik dat op de maandchart terug zie komen, dan zeg ik mensen, nu kun je je gaan voorbereiden op een serieuze boelmarkt. Want dan wordt dat denk ik wel heel serieus. En als we dit vertalen naar de weekchart, dan zie je ook al dat het. Die, kijk, we hebben hier nog een tijd lang... Hier een tijd lang hebben we de zwaar onder gezeten hier. Een tijdje ertussen, de boven. En nu kruipen we er alweer onder. Er zit te veel twijfel in de markt. Dit scenario wil je niet hebben. Je wilt hebben prijs structureel langere tijd boven een stijgende MA20. Dat gebeurt hier niet, de MA20 daalt. En de MA50 daaronder ook stijgend. Dat gebeurt nu niet. Deze zit in de weg, die MA20. Prijs zit er logischwijs onder. Anders zou deze niet kunnen dalen. Dit moet eerst op de weekchart opkrabbelen. Dan moet het daarna absoluut op deze maandchart opkrabbelen. Zolang dat niet gebeurt, is het niet een kwestie van of het gebeurt. Maar zolang dat niet gebeurt. Blijf je, wil je extreem voorzichtig blijven als het gaat om het nemen van bullish beslissingen? En de dag- en de urenchart, die pak ik er niet eens bij, die zijn helemaal niet relevant om die bewuste vraag te beantwoorden. Ik vond deze wel even leuk om naar te kijken, de klassieke Fear and Greed Index. Neutraal nu, nou, we hebben al gekke dingen meegemaakt. Een jaar geleden, deze tijd, was het angstig. Het was, uh, uh, een maand geleden, deze tijd, was het trouwens neutraal, maar net angstig geweest. In Wall Street. Hebben ze ook een groot probleem op dit ogenblik? Nog steeds. Er komt vanavond weer een renteaankondiging. Die renteaankondiging, dat is een interessante, want uh, het zal waarschijnlijk de laatste, als het zo doorgaat, is het, een van de, is het de laatste echt gefundeerde renteaankondiging, Want de Amerikaanse Centrale Bank gebruikt voor renteaankondigingen altijd data. Ze gebruiken altijd uh, informatie die ze krijgen uit uh, uh, andere bronnen, met name ambtenarenbronnen. En dat zou dus kunnen gaan stoppen, want het lijkt erop, tenzij ze eruit gaan komen voor het eind volgende maand, nee voor het eind deze maand, dat een aantal ambtenaren naar huis wordt gestuurd in Amerika omdat ze het niet eens worden over de begroting. Geen wonder. Dat, geld, dat land lekt zo ontzettend veel geld. Dat wil je echt niet weten. Dus dat even wat, um, wat de chart betreft, op uh, antwoord op die vraag die net kwam, die ik inmiddels kwijt ben, die staat buiten beeld. Van, even kijken, er is die Van wie was die vraag? De charts. Uh, ik heb hem net. Uh, ik heb hem net uh, uh, al ge, uh, beantwoord. Oké, okay, tot zover even die. Uh, is Keevan weer te horen nu. Dus uh, oh, Kevan, uh, jij, ben ik horen? Pak, pak jij er even aan uit. Dan ga ik even zorgen, terwijl jij dat doet, dat dat probleem in OBS wordt opgelost voor die. Ah, dat doe ik zo meteen, want ik weet nu hoe het moet. Oké. Okay. Heb jij nog een vraag gevonden, Kevan? Uh, even kijken hoor. Nee, uh, ja, tenminste, ook, ook even mijn. Uh... Visie ge uh, geven over hetgeen wat jij net zei, buiten de punten waar jij het net over had, qua, qua uh, de markt en Bitcoin. Um, op de 4-uur-chart zie je zelfs een. Ja, ik ben meer een patronenman, zie je zelfs een uh, rising wedge-patroon uh, vormen. En um, de, de die uh, is op de 27ste. Dus dat zou betekenen dat volgens dit patroon dat er een bearish-uitbraak uh, waarschijnlijker is dan een bullish-uitbraak. En dan zou de technische target een beetje liggen rond de 25.000 dollar. Ja, ja, ja. Dus um, het ziet er niet. Dus sowieso alle, alle punten waar jij het net over had, ziet er sowieso niet bullish, uh, bullish uit. Maar als je kijkt naar het patroon, uh, dan zou het patroon geven aan dat binnen een week een bearish uitbraak. Uh, waarschijnlijk is dat een bullish uitbraak en dat die 25k uh, daarvan de technische target is. Dus 25.000 dollar. En dat, dat zou dan vanaf de huidige prijs. Ja, een procentje of acht zijn. Uh, ja. Maar, dat, maar dat, is, dat is puur een patroon die dat aangeeft. Maar ik ben het helemaal met je eens over alle zaken. Je. Het, de, de, het, het moet heel gek lopen, wil de koers nu echt significant stijgen en blijven, blijven ja. doorstijgen. Dat ja. niet gebeuren. En nogmaals, het is zoals het is. Je kunt vervolgens als trader of als belegger daar gedesillusioneerd door raken. Maar je kunt ook denken, weet je wat, dit biedt, zoals ik even aan het begin van... Onze livestream al zei van dit biedt kansen. Dit is, dit is het moment om te leren. Dit is het moment om uh, andere strategieën te ontdekken. Je huidige strategie uit te bouwen. Te blijven oefenen en zo. Met klein geld. Neem geen onnodige risico's. Uh, Maurice zei uh, het is ook in deze tijd veel moeilijker dan uh, om met emoties en frustratie om te gaan. Omdat je natuurlijk veel meer frustratie tegenkomt. En daardoor, zegt Maurice, vind ik het juist nu een perfecte periode om te gaan leren. Uh, die vraag is beantwoord. Die heb ik ook gedaan. Die is ook gedaan. De uh, oh, Brightlight was degene van die Bitcoin-analyse. Uh, Dan. Even kijken hoor. Er wordt... Die hebben we ook gedaan. Um, moment hoor. Hoe gaat het met het bedrijf Binance? Vraagt Stefan. Er wordt her en der best negatief over besproken. Bijvoorbeeld er zouden diverse belangrijke mensen vertrokken zijn. Nou, Stefan, het antwoord zit al in de vraag. Er zou dit, er zou dat. Uh, het zijn vaak aannames. Uh, naar mijn informatie gaat het met Binance helemaal niet zo slecht. Uh, Binance doet eigenlijk precies datzelfde wat Kay aan het begin van deze sessie ook zei. In deze tijden, het zijn Barry's tijden natuurlijk ook voor Binance. Ze hebben, het, uh, ze hebben behoorlijk wat uh, conflicten en meningsverschillen met een groot aantal landen waar ze vroeger in opereerden. Binance is gewoon aan het zaaien nu. Zodat ze straks als alles omkeert weer kunnen oogsten. Dat is wat ik je kan vertellen. Um... Ik zie wel een opmerking van ja. Peter Hagen, dat is degene die net de vraag stelde over de gratis video. Ja. Dat vind ik een goede, goede opmerking, want de, ja, hij geeft aan Roefgekondigde altijd dat je niet per se cursussen hoeft te kopen. Als je alle mogelijke video's zou volgen, dat je daar voldoende kennis zou vergaren om te treden met winsten. Klopt volledig en daar blijven we ook bij, alleen ja. uh, hier, over deze specifieke strategie zijn er nog niet voldoende video's. Dus dat is hetgeen waar je dan een beetje tegenaan zou lopen. Tuurlijk is het zo dat als, jij genoeg, uh, als wij in de loop der tijd uh, genoeg uh, van dit soort video's plaatsen. dat je dan voldoende informatie zou kunnen hebben. om in ieder geval aan de slag te gaan met, uh, met, met treden op deze strategie. En of je winsten maakt, dat is weer wat anders. Want uh, een strategie uh, 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 aanleren is, is niet genoeg om daadwerkelijk ook uh, winstgevend te treden. Dat heb je voornamelijk ook met jezelf te maken. Uh, maar qua strategie zou het in principe wel voldoende zijn. Alleen er zijn nu nog niet zo uh, voldoende video's. En aangezien wij beginnen met de challenge. Of um, um, tenminste, we gaan binnenkort beginnen met de challenge. Tuurlijk komen er in de loop der tijd wel genoeg video's hierover. En dat zal in combinatie met de gratis video die wij uh, uitbrengen, zal, zal uh, voldoende moeten zijn. Maar wil jij van tevoren een verdiepingsslag? Wil jij niet wachten. Uh, kijk, met de huidige video's van cryptocoin, dus er staan jaren aan video's staan erop. Ja als je daar terugkijkt, dan weet je genoeg. Maar goed, met deze strategie is dat niet zo. Dus wil jij niet wachten, dan is een cursus sowieso aan te raden. Of wil jij meer verdieping dan de punten die wij uh, bespreken tijdens de video's, dan is een cursus ook aan te raden. Maar ons uitgangspunt is ook niet, niet om jullie een, video, een cursus te verkopen. Ons uitgangspunt is, is om uh, de challenge met elkaar aan te gaan. En uh, middels een uh, gratis video voldoende kennis overbrengen over hoe de strategie werkt. En middels een cursus uh, de overige verdiepingsslag. Uh, en het is vaak de verdiepingsslag die bepaalt of je winstgevend treedt of dat je nog winstgevender gaat treden. Buiten dat om, buiten de strategie om wil ik ook even heel iets, uh, iets, iets, iets kleins benadrukken. Uh, want de vraag die je, uh, die je, die je zegt of die je stelt, is uh, of dat voldoende zou uh, uh, voldoende kennis zou als je de video zou bekijken, of, of je daar voldoende kennis zou vergaren om te treden met winsten. Maar dat. Ligt echt aan, ja, maar het, dat is exact ook hetzelfde met de cryptocurrency training strategie. Met alle strategieën. Kijk, een strategie aanleren is heel simpel, maar om daadwerkelijk consistente winsten te maken, daar moet je wel even wat meer. Uh, er komt er wel wat meer bij kijken dan alleen een strategie aanleren. Dan komen er bijvoorbeeld emoties aan, aan te pas, Dus um, dat heb je echt met jezelf te maken. Dus ga niet denken dat als jij uh, zeg maar, al zou je de cursus kopen, dan nog. Zal jij in het begin niet winstgeven treden? Dat kan niemand beloven. En tijdens mijn clinic zeg ik dat ook. Ik geef je alleen de, de handvatten om in ieder geval uh, op, een, op de juiste manier met deze strategie te werk te gaan. Uh, zodat als jij je emoties daarbij ook onder controle hebt, dat je dan winstgeven gaat treden. Dus denk niet dat als je voldoende video's van ons hebt gekeken over deze strategie, dat je dan voldoende uh, in, kennis hebt om winstgeven te treden. Je hebt dan voldoende kennis om de strategie goed uit te voeren. Dat wil ik er even bij zeggen. Ja, en ik heb daar nog een aanvulling op. Um, en dat is heel interessant. Iemand zegt, oh, Peter Hagenhaas, um, Even kijken hoor. Uh, hij verkondigt altijd dat je niet per se cursussen hoeft te kopen. En dat je alle mogelijke video's zou volgen. Dat je voldoende kennis zou vergaan om te met winst. Dat klopt. Peter, deze strategie is niet de enige strategie. De CryptoCorner's day trading strategie werkt nog steeds. Prima, niks mis mee. Je kunt de is day trading strategie zelfs gebruiken op derivatenmarkten. Het is allemaal wat complexer. Je zult wat meer moeten rekenen. Het kan geen kwaad om je eerst even grondig erin te verdiepen voordat je hem gebruikt. Maar dat werkt ook. Niemand verplicht jou om opeens nu met deze strategie aan de slag te gaan. Omdat wij dat doen? Je zou wel gek zijn. Als je een strategie hebt, ik herhaal wat ik al zo vaak heb gezegd. Als je een strategie hebt die werkt. Dan wil je die strategie blijven gebruiken. Waarom zou je in hemelsnaam overschakelen naar een andere strategie? Als ik zelf nu actief als trader aan de slag zou moeten gaan, zou ik, no offense naar Kevan, zou ik de Cryptocurrency Daytrading trading strategie blijven gebruiken. Ik zou hem hier en daar een beetje aanpassen voor derivatenmarkten, waar ik misschien voorzichtig in zou stappen vanwege volumeproblemen. Maar ik zou gewoon die strategie blijven gebruiken, want die werkt gewoon. Maar ik vond dit een te leuke challenge om niet aan te gaan. Laten we eens even kijken wat er gebeurt als een totale nieuwbie, die het enige wat hij heeft is jarenlange tradingervaring, als die geconfronteerd wordt, als een totale nieuwbie op deze strategie, geconfronteerd wordt met een echte challenge, waarin hij het moet opnemen tegen iemand die die strategie al negen maanden gebruikt. En ook met een serieus bedrag. Dat is de reden. Maar niemand verplicht jou om nu over te stappen naar deze strategie. Absoluut niet. Laat dat heel, heel duidelijk zijn. Oké, okay. dat wil ik echt even gezegd hebben. Um, even kijken, ben je nog verstaan? staan. je, ja, je hoort, Iedereen hoort je ook nog, ja, Ehm ja. um, Gerard, je zegt... Je gebruikt vaak de kreet dat een renteverhoging al in de prijs verwerkt is. Goeie vraag van Gerard V. Om twee uur zes. Is dat naar je mening nu ook het geval? Het antwoord is nee. En Gerard, de reden is het volgende. Niet echt heel nieuw, want ik heb het in de podcast ook al wel gezegd. Maar de markten op dit ogenblik reageren echt panisch. Dit hebben we met z'n allen nog nooit eerder meegemaakt. Ik heb het al vaak gezegd. Um, een pandemie die we achter de rug hadden. En waarvan we moeten hopen dat er niet weer een nieuwe komt. Het lijkt er niet op. Dus in ieder geval een pandemie. Laten we zeggen, die hebben we nu even gehad. Als gevolg van die pandemie al een enorme inflatie. En een duidelijke kanteling van de economie. Want opeens productiecijfers daalden. Uh, 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 vraag steeg opeens enorm. Want mensen hebben veel geld gespaard tijdens die pandemie. Het product konden niet worden geleverd. Dus dat leverde op zich al een inflatie op. Dat hebben we gezien, behoorlijke inflatie. Een oorlog. Onverwachte oorlog, waarvan sommige mensen nu ook wel zeggen: dit begint echt wel op een wereldoorlog te lijken. Het is het nog niet, maar een oorlog. Als gevolg daarvan nog veel meer inflatie, die, en nou komt het, niet meer kan worden beteugeld, zoals het heet, in bedwang kan worden gehouden door traditionele maatregelen die een centrale bank kan nemen. Renteverhogingen, geldverkrapping. Dat werkt niet, want deze inflatie wordt niet veroorzaakt door het land zelf, maar door invloeden van buitenaf. Te weinig energie die je gewoon nodig hebt om van te leven. Te weinig graan dat je gewoon nodig hebt om te kunnen eten. Dat soort dingen, daar heb je als... Je kunt de prijs, de rente wel verhogen, maar daar wordt het graan niet goedkoper van. Daar wordt de energie niet goedkoper van. Dus banken, centrale banken worden voor uitdagingen gesteld waar ze nooit eerder mee te maken hebben gehad. Dat levert een enorme onrust op, een enorme economische onrust op. En daar reageren op basis van die onrust dus beleggers en traders. Daarom reageren beleggers en traders heel angstig. Die zeggen alleen maar van, ik weet niet wat ik moet doen. Ik hoor nu, oh, rente gaat naar beneden. Oh, goed, dan ga ik nu investeren. Rente gaat omhoog. Oh, dan moet ik nu meteen stoppen met investeren, want het gaat helemaal fout. Er wordt zo grillig en panisch gereageerd. Je ziet het aan die, de traditionele uh, fear and greed index op Wall Street. Vroeger, vroeger, een paar jaar geleden, zo lang, daar praat je over vroeger, was de wereld nog min of meer stabiel. En toen liep alles nog min of meer op dezelfde manier. Ik heb nog eerst eens over de klimaatpolitiek uh, uh, gesproken, die ook een impact heeft natuurlijk. Maar vroeger was dat allemaal veel minder meteen zichtbaar, veel minder drukkend. En toen ging de Fear and Greed Index gewoon langzaam heen en weer. Van angst naar hebzucht, heel cyclisch, van angst naar hebzucht. Nu, er hoeft maar één iemand iets te roepen. dat misschien wel eens een enorme impact zou kunnen gaan hebben als iets anders ook gebeurt. En in no time schiet dat ding naar euforie of naar extreme paniek. Dat laat al zien dat je ook niet meer kunt uitgaan van dingen die in het verleden eigenlijk altijd werkten. Inderdaad, twee, drie jaar geleden, dergelijke mogelijke renteverhogingen zitten al in de prijs gestopt. Grote uh, verliezen van uh, bepaalde bedrijven die uh, uh, aandelen hebben met een grote marktwaarde zitten vaak al in de prijs gestopt. Dat is niet meer. Je leeft van de ene verrassing naar de andere op dit ogenblik. Dus, Nee, het is dus niet het geval, Geert. Goeie vraag trouwens. Um, is een recessie uiteindelijk niet nog slechter voor Bitcoin dan inflatie? Ook Eigenlijk ook een in de categorie van. Uh, je kunt dat op dit ogenblik niet zeggen. Als we vijf jaar geleden. Toen hadden we. Nee, hadden we geen recessie. Als er vijf jaar geleden zomaar een recessie was ontstaan, zou je hebben kunnen zeggen: Wow, pas op, dit is niet goed. Uh, mensen krijgen het zwaar als gevolg van deze recessie. Ik weet niet of dat nu zo is. Alles is veranderd. Ik kan wel van alles gaan roepen. Maar dat zou nu echt alleen maar mijn persoonlijke mening zijn. Er is geen onderbouwing. Moet je eens lezen. Als je de kranten bijpakt. Of naar het nieuws luistert. Economen. En die gasten die worden betaald hoor, Goed betaald. Van bijvoorbeeld CBS. En ambtenaren die ervoor hebben doorgeleerd. Die zeggen nu. We zijn verrast door de hoge inflatie. En die hebben gewoon de modellen gebruikt. Die normaal gesproken altijd werkten. Dus niemand op dit ogenblik kan daadwerkelijk nog vanuit gaan dat datgene wat vroeger zo was, nu ook zo is. We leven echt in een andere wereld. En het enige wat ik kan zeggen als crypto... Ik had het er volgens mij gisteren of zo over. Uh, het is, of was het vandaag, weet ik al niet eens meer. Het is mede dankzij... Wat ik nu ga zeggen klinkt heel raar, want het gaat haaks in op alle doemverhalen. De dalende bitcoinprijs en blablabla bla, bla en zo. Maar je weet, dit is een bearish markt die ook weer een keer voorbij gaat. Door fenomenen als crypto en door de schop die dat aan banken geeft en die het aan traditionele partijen geeft, zoals aandelenhandelaren, beurzen en zo, is het nog nooit zo makkelijk geweest om met geld geld te verdienen. Om van geld meer geld te maken. En ik durf nog een stap verder te gaan. Dit is echt een heftige, maar ik sta hier voor 100% achter. Het is altijd al mogelijk geweest om financieel onafhankelijkheid te worden. onafhankelijk te worden. Daar hoef je geen genie voor te zijn. Je hoeft niet hoogbegaafd te zijn. Je hoeft niet extreem gestudeerd te hebben om dat soort dingen te bereiken. Dat kon altijd al. Maar zo makkelijk als nu is het eigenlijk nog nooit geweest. Er zijn zoveel manieren om dat te bereiken. Er is maar één ding nodig en dat ben je zelf. Dat is je wil om... Als je nu in een situatie zit waarin je eerder last hebt van geld dan plezier hebt aan geld, er is maar één ding nodig om die situatie om te keren. Dat is je eigen mindset. Ik, ik haat dat woord, maar ik heb geen goed Nederlands woord voor. Het is je eigen kijk op geld, kijk op jezelf. Het nemen van een aantal hele belangrijke beslissingen, die niet zo moeilijk zijn te nemen, maar wel heel veel impact hebben. Zoals waar je je tijd aan besteedt, waar je je energie aan besteedt. En dan heb je de belangrijkste stap al gezet om het om te keren. Het probleem bij het maken van geld met geld... is dat je, tenzij je het wint in de loterij... Of, uh, of op andere manieren die niet, waar je misschien niet maximale controle of invloed op hebt... erfenissen, uh, is uh, noem maar op en zo... maar als je het geld echt moet maken met geld... krijg je te maken met het fenomeen dat het eerste gedeelte van de reis... van de reis... van de reis het langste duurt. Een simpel voorbeeld. Stel je hebt als doel om... 10.000 euro bij elkaar te verzamelen. Een hoop geld, maar 10.000 euro. Laten we het bedrag even nemen. Stel je begint met 50 euro. De reis van 50, van 50 euro naar 5000 euro duurt veel langer dan de reis van 5000 euro naar 10.000 euro. Dat is maar een kleinigheid. Terwijl het een enorm bedrag is. Het bedrag is net zo groot, maar het duurt veel langer. Het kost veel minder tijd om daar te komen. Alleen wij mensen, wij willen graag meteen resultaat hebben. En als het niet meteen is, dan graag zo snel mogelijk. En dat betekent dat wij op een of andere manier kan onze brein niet accepteren... dat het een enorm succes is om een bedrag van 50 euro te verdubbelen naar 100. Met het creëren van, met, door geld voor je te laten werken, door te traden, door te beleggen. En op dezelfde manier kan ons brein niet accepteren dat... Dat startbedrag van 250 euro, wat wij vaak noemen, dat naar 500 euro te verdubbelen, dat dat een fantastische prestatie is. Ons brein kijkt alleen maar naar. Oh, ik, heb, ik heb hier drie maanden voor gewerkt, ik heb drie maanden gehandeld, getraded, allerlei dingen geleerd, allerlei teleurstellingen gehad. En ik ben maar 250 euro rijker geworden. Was het dat nou wel waard? Dat is wat ons brein ons zegt. Ons brein zou ons eigenlijk moeten zeggen: je hebt verdorie in drie maanden tijd 100% winst geboekt. Dat is gigantisch. Dat is meer dan een procent per dag. Het is 1,1 procent ongeveer per dag, denk ik, als ik snel uitreken. Dat zijn rentepercentages, die krijg je niet bij de bank. Als je het nog drie maanden doet, in dezelfde tijd maak je van 500 euro 1000 euro. Want je verdubbelt. Het gaat niet om de hoeveelheid geld. Het gaat om de hoeveelheid winst in procenten. En als je van 250 naar 500 komt in een bepaalde tijd. Kun je in dezelfde tijd van 500 naar 1000 komen? Of van 1000 naar 2000? Of van 2000 naar 4000? Of van 4000 naar 8000? De bedragen worden hoger, de tijd verandert niet, omdat het percentage ook niet verandert. En dat is helaas wat ons brein ons probeert niet te laten doen. We worden zo snel ontmoedigd met z'n allen, doordat je in het begin zoveel tijd nodig hebt om maar een klein beetje geld erbij te krijgen, dat we niet meer focussen op die procenten die we halen. En dat proberen we hier bij CryptoCordisje eigenlijk steeds weer te vertellen. Dat model blijft gewoon bestaan. En dat model bestaat al eeuwen. En nu in de tijd waarin we nu leven, nu is de cirkel rond. Dankzij crypto, dankzij de enorme laagdrempeligheid van crypto Zoals Bybit, Kucoin, Binance, zolang we nog hadden, Bitfavo, noem ze allemaal maar op. Is het ontzettend makkelijk geworden om daarmee aan de slag te gaan? Moest je uh, tien jaar geleden, als je tien jaar geleden kon je nog niet echt. Ja, je kon een beetje handelen in crypto, maar niet zoals nu. Toen handelde je op de aandelenmarkten. Nou, daar zat een zogenaamde broker tussen. Nou, die brokers, dat zijn. Oké, okay. ik vind het geen goede mensen. Ik, bedoel, ik zou nooit broker willen zijn. Ik zou het zeker niet willen vertellen als ik het was. Brokers hebben maar één doel, dat is jouw geld aftroggelen. Vaak door aan de andere kant van de trade te gaan zitten. Heb je misschien nooit meer stilgestaan, maar zo is het wel. En brokers vroegen no notabene kapitale bedragen. Tot voor kort was het zo, als je in aandelen wilde gaan handelen... dan moest je per trade sowieso 5 euro betalen. En daarna een commissie, die liep in procenten. Niet in tiende procenten, zoals wat wij betalen bij Bybit. Nee, in procenten en 5 euro. En sterker nog, als je dan vervolgens iets had gekocht, een aandeel bijvoorbeeld... Dan moest je ook nog bewaarloon betalen over het weekend heen. Ja, dat zijn dingen die kunnen, die zijn niet meer van deze wereld. Er is helemaal niks om te bewaren. Zo'n bank of zo'n zo handelsplatform bewaart niks. Dat is, gewoon een, dat is gewoon een database. Daar zit het gewoon in. Nou, dat soort dingen heb je nu geen last meer van. Je kunt nu veel goedkoper tweede op aandelen of in aandelen dankzij al die nieuwe... Platformen. Je kunt veel goedkoper aan bankrekeningen komen dankzij al die nieuwe digitale banken die nu ontstaan. En je kunt veel makkelijker handelen met andere dingen zoals bijvoorbeeld crypto. En dat verklaart ook waarom mensen zoals Kevin en ik zeggen van het is nog nooit zo makkelijk geweest, hoe gek het ook klinkt nu in deze tijd, om financiële onafhankelijkheid te bereiken. En daar doen we dit ook voor. Die challenge doen we voor een groot gedeelte ook. We hebben een paar doelen met deze challenge. En een daarvan is om je te laten zien dat het echt bereikbaar is. Oké, okay. dat wou ik nog even gezegd hebbende. hebben. Gezegd hebben. Um, een ge leuke vraag die ik nog zie van. Uh, hey, Kevan, doe jij dit even. Van Sabrina: uh, ja. Verwachten jullie een effect op de prijs van Bitcoin. als de ETF van BlackRock wordt goedgekeurd? En hoe kijken jullie naar het effect van de halving van Bitcoin die volgend jaar? Komt Kevan, ga je gang. De vraag was om te. Uh, sowieso. Sorry. Sowieso qua halving, uh, het is bewezen dat na iedere halving uh, de koers van Bitcoin gaat stijgen. Alleen wat je heel vaak ziet gebeuren, uh, in historische, uh, uh, als je kijkt naar historische data, is rond de periode van de halving uh, gebeurt er niet, niet vaak gelijk iets. steken nog in de periode voor de halving, uh, onderweg naar de halving toe, dan zakt de koers. Dus. Uh, dan wat betreft halving, het, het komt eigenlijk wel overeen met wat ik, wat ik net al heb gezegd. Uh, de halving is, is bullish nieuws. Alleen we zijn nog, uh, zover nog niet. De, de halving vindt plaats als het goed is in april. En dat is uh, nu nog uh, zeven maanden. We zijn er nu nog zeven maanden ervan af. Dus uh, even kijken. September, ja, zeven maanden. Uh, april was er toch genoeg of niet? Van, april, of mei, ja, he? ja zal het zal wel april okay, worden. Ja. Nee. Nou, du, 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 we zijn er nog niet. Maar het is wel sowieso een, een mooi iets om naar uit te kijken. Um, als ik heel eerlijk moet zijn, de ETF van BlackRock, als die wordt goedgekeurd, natuurlijk is dat bullish nieuws. Maar wat mij gewoon opgevallen is, is dat de in, in deze markt super bullish nieuws nauwelijks effect hebben op de prijs. En um, iets aan bearish nieuws heeft groot invloed op de prijs. Uh, en als ik heel eerlijk moet zijn, denk ik niet dat. Natuurlijk, er zal een spurt komen, maar je ziet ook. De, de, als je kijkt. Oh nee, nou, jullie kunnen het natuurlijk niet zien. Ik zie het op mijn scherm. Jullie zien, het, uh, jullie zien het niet. Dat gaan we vandaag uh, beter oplossen. Maar, ja, nou, Roof heeft nou de Bitcoin-chart voor zich. En je ziet gewoon dat uh, de, de, de stijging van, van een paar weken, wanneer, uh, ik denk uh, ja, ik ben een week of, week of twee geleden. Zal ik, zal ik even kijken of ik dit aan de gang krijg? Dan is K-van even niet te verstaan. Dit zou niet zo heel moeilijk moeten ja. zijn om dit voor elkaar te boksen. Lukt het niet, dan, mensen, ja. uh, we zijn live, dus accepteer alsjeblieft dat dit niet gaat zoals het zou worden ja. gaan. Ik ga even kijken of we Kevan erbij kunnen halen qua geluid. Lukt het niet, dan zijn we zo weer terug met dit scherm. Momentje hoor. Zo, dus je hoort mij nu nog wel. K-van is even niet te verstaan. Ik ga nu even één ding proberen, en dat is dit, en dat zou dit moeten zijn. Zo. Het zou kunnen, Van dat mensen je nu wel horen. Zeg eens wat. Horen jullie uh, mij, mensen? Ik denk uh, het haast wel. Laat het even weten in de chat. En de moderator is te, trouwens ook. Ik kan de moderator-chat ook in de gaten. Het zou tof zijn als jullie het uh, zouden laten weten. zou me niks verbaasd worden, nu gewoon. Ah, oh, ze horen me. Ah hey, ja, super. Hey. Top. En ze zien schermen. Uber, Uber nerd. Ja, ben ik gewoon. Uber nerd. een Uber, Uber nerd. Oké. Okay. Uber nerd. Um, nou ja, je ziet ook dat iedere stijging uh, van korte duur is. Natuurlijk gaat er wel wat tijd overheen, maar er de, de, de volgt altijd wel weer een daling uh, in deze markt. En als je kijkt naar het nieuws wat een daling doet uh, uh, triggeren, is vaak minder significant dan het nieuws wat de stijging doet triggeren. Dus als, als de BlackRock ETF wordt goedgekeurd, goed en ik ga er wel vanuit, want het is een dus kwestie van tijd als je het mij vraagt, dan, dan zou dat een, een, een bullish effect kunnen hebben, als je het mij vraagt. Maar dan nog, er hoeft maar iets aan bearish nieuws te komen en het wordt gewoon weer uh, afgeketst. Waarom? Omdat de, de hele markt, alles is, alles is bearish nu. Alles, kijk naar nou ja. nou OPV, als je de on balance volume ja. indicator ziet, op een gegeven moment zie je gewoon geld in de markt komen, duidelijk. Hier zo. Dat gaat in de vrij korte tijd komt er best wel veel geld even in de markt, maar dat geld lekt er vervolgens in een hele wat langere tijd vaak weer uit weg. En de periode van bearishness, wat zouden we zeggen dalende prijs, zijn gewoon veel langer dan die korte periode van bullishness. Dat is nu op dit ogenblik gewoon hoe het is. Kijk, dit is een mooi voorbeeld hier. Hè. Er komt even wat goed nieuws, dan, dan de markt wacht even af. Er komt weer wat goed nieuws, de markt komt weer terug op het niveau waar het was. En hop, daar komt dat. Ja, die dissolutie weer van, oh, maar eigenlijk is er niks veranderd, toch? Het is gewoon nog steeds slecht. Ja, dat is helaas waar we nu mee zitten. Maar dit is klassiek voor een bear market. Dit is niks nieuws. Dit is niet alleen maar nu of zo. Dit moet je gewoon accepteren. Uh, en als kijk maar naar uh, 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 je... Sorry? Uh, oh nee, sorry, sorry nee, Kijk maar naar het nieuws van Grayscale. Uh, een week of twee, drie geleden. Ja, we kijken wat een candle dat voor elkaar heeft gekregen. En twee, hier. drie dagen daarna. Dat was eind augustus, ja eindelijk toch? Ja, dat was deze. die uh, grote groene staaf. Ja. Twee ja. geloof ik, 10% uit mijn hoofd. Twee, drie dagen, dus Grayscale ETF, hè? Dus dat is, dat is gigantisch nieuws als je het mij vraagt. En twee, drie dagen daarna komt eruit dat SpaceX hun Bitcoin uh, dus niet meer in bezit hebben. hebben, en, hebben en, ja. Precies, en, en je ziet wat de koers doet. Dus ja. SpaceX is, als je het mij vraagt, qua, qua bullish nieuws, ligt hier. Oh, sorry, uh, 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 Grayscale ligt hier en SpaceX ligt een beetje lager. En, en toch heeft. Uh, SpaceX is voor elkaar gekregen om, om de hele stijging van, de, van grayscale te vernietigen. De, de koers is zelfs ver, verderom geweest. Dus BlackRock, ik, tuurlijk is het bullish nieuws, maar ik, de markt is gewoon bearish. Ja. Dit is interessant trouwens. Hoe verklaar je deze stijging, Kevan, van de laatste week? Ik mm -hmm. zie trouwens dezelfde problemen weer. Ik zie ook die daling naar 25 kabel weer komen. Maar hoe verklaar, hoe verklaar jij dat, los van charts, hoe verklaar jij dat we nu eigenlijk al een week lang. Uh, in een uh, bullish momentum zitten met een kleine passende Als ik heel eerlijk moet zijn, de afgelopen weken heb ik me niet veel bezig gehouden met, uh, met uh, wat, er, uh, wat er zich afspeelt op de wereld. Okay. Los van ik charts. Van, van charts, uh, nee, charts ja. eigenlijk ook niet trouwens. Het enige echt significante zif, zif, nieuws wat ik steeds lees, is dat steeds meer mensen zeggen: van nou, ah, Bitcoin gaat volgend jaar naar de miljoen of de 500.000, dat soort hypes waar je je ook moet afvragen, kan gebeuren, het kan ook niet gebeuren. Ik kan dit ook niet echt heel erg goed verklaren waar dit vandaan komt. Misschien dat het wat te maken heeft met uh, uh, de verwachting van mensen dat het voorbij is met die renteverhogingen. Maar het is, het is interessant om dit te zien. Vooral omdat er ook wel wat volume is. Het is niet, heel, het is niet veel, maar er is wel wat volume. Het is nog steeds te weinig. Natuurlijk. Ik denk misschien heb jij er al een mening over, maar nog niet. Kan je misschien de RSI erbij pakken heel even? Als je toch bezig uh, bent. Ik wil zoeken hoe RSI, hoe schrijf je dat? <laughs> <laughs> Oké. Okay. Uh, ik heb ik ben, wel ik ben, ik strength een strength index voor je ja door die maar okay, ja okay. goede goede vervanger ervoor ja pak hem die wel even <laughs> plaatsen okay. oh, nee dat valt, valt nog mee oké okay. ik heb niks gezegd nee, nee. nee ik, dacht, ik dacht de candle van uh, wat zal het zijn die, uh, die, die rode candle die onder, de, uh, nee uh, paarse candles rechts ervan die, die, uh, ik dacht misschien zal die zwaar oversold zijn geweest maar dat is niet het okay. geval het nee, nee. Nee. nee, Ik, ik vermoed uh, dat uh, hier uh, wat uh, geliquideerd uh, is, maar altijd. Ik weet geen idee. Ik denk misschien dat je het weet hoe dit vandaan komt. Heb ik iets gelezen. Uh -huh. of zo. Ik, heb, ik heb ook niks echt heel bijzonders in, anders dan die rentetoestanden. Oké, okay, um, even kijken hoor. Is er een pdf-bestandje van de CryptoCoin strategie? Ja, dat bestaat. Uh, EW van Scheld wordt even lid van onze Telegram groepen. Volgens mij, maar een van de moderators zal geheim alweer corrigeren. Staat het in de trading chatgroep? Je, je wilt even naar www.cryptocoiners.nl slash chat. Daar vind je links naar al onze chatgroepen. En daar staat het: is het gepost als, als um, uh, PDF-bestand door een van onze uh, leden? Waarvoor dank, overigens, trouwens. Ehm. Um Ayesta zegt, wat fijn om jullie weer live te zien. Gisteravond de terugkomst, helaas gemist. Ik verheug me op de challenge, ben heel benieuwd. Ayesta, wij verheugen ons ook. Leuk om je. Ik heb je gemist gisteravond. Ik had hey hé Ayesta, zonder gekheid. Ik dacht, hé hey, Ayesta is er niet bij. Die is er meestal wel. Uh, het was niet zo heel druk gisteravond. Uh, de helft van de deelnemers was erbij, geloof ik. Ik werden een leuke vraag gesteld. Het uh, duurde toch weer langer dan, uh, dan ik had verwacht, overigens, die sessie. Maar het was gewoon gezellig. En de videoopname staat overigens al op je persoonlijke kliniekpagina. Uh, Kevin is net een diesel. Kevin, je bent net een diesel. Ik ben het okay, net. Nee, van Gerard. Oké. Okay. Vraag op gang. Uh, jullie gaan deze challenge beginnen met BuyBitSpot.punt. Uh, nee, dat gaan we niet doen. We gaan deze challenge beginnen met uh, Bybit derivaten, volgens mij. Ga je dan eerst zoeken naar munten met volume, voldoende volume en maak je daar een lijst van? Ja. Dat wel. Die lijst is er zelfs al. Ik kan dat nu ook laten zien, want nu opeens werkt het gewoon met K van wel, ja, K komt zomaar even een melding binnen. Dit is een voorbeeld van uh, een chart die ik op dit ogenblik gedaan heb, tenminste waar ik nu op aan het charten ben. En hier is de lijst. Uh, de C en het raar is, K van, jij postte een trade gisteravond op Instagram. Van ja. welke munt was dat? Het was een bekende munt, maar hij staat niet in deze lijst. Uh, wat nee, was de munt? Nee, nee klopt klopt omdat uh, op het moment dat ik dat lijst aan het maken was, keek ik gewoon naar de top 30 op dat moment. Uh, maar ik wil gewoon voor de challenge, wil ik gewoon munten hebben die eigenlijk heel vaak hoog volume hebben. Oh, dus ik heb de li lijst heb ik wat, wat groter gemaakt en ik ben nu alles aan het bijhouden qua munten. En uiteindelijk komen we gewoon met een, met een lijst van munten die eigenlijk altijd wel hoog volume hebben. En de, de, de soms dus zitten er munten bij. Ja, lijsten, lijsten, ja. Lijst, ja. Want dit is de hele lijst, tenminste de meeste, ik heb er één of twee uitgegooid waar ik echt zelf nooit op zou handelen. Dit is de hele lijst en we hebben voor de challenge, of Kevin heeft voor de challenge alvast even een sublijstje gemaakt, dat is deze. En deze charts gaan we af, maar dit zijn dus allemaal perpetuals zoals het heet. Dus eigenlijk voortdurende contracten die nooit worden beëindigd. Je koopt dus ook geen munten, dat is een van de grootste misverstanden. Je koopt geen munt, je koopt een contract dat je recht geeft op een munt voor een bepaalde prijs. Dat is wat een uh, in dit geval een, een futures is in dit geval. Alleen dit zijn futures die nooit worden ingelost. Dat zijn contracten die eigenlijk min of meer eeuwigdurend zijn, vanuit de term perpetual, eeuwigdurend. Uh, en het is een hele andere manier van traden. Maar daar komen we nog uh, uitgebreid op terug. Op welke site volgen jullie het nieuws van de renteverhoging in Amerika? Uh, ik kan het vertellen dat ik erop volg. Meestal gewoon op TradingView. En ik gebruik Barron's. Daar ben ik een groot fan van. Dat is een Amerikaanse nieuws Wel betaald, overigens. Oké, okay, van, hoe volg jij dat renteverhogingen verhaal? Uh, de kalender. kalender. Uh, van uh, God, hoe heet yeah, um, uh, 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 okay, nou, je? Van, nou, denk nu ik, nou. ik, ik, ik kom er okay, Ik kom van, post even de link, even, link ik, wel ik, even heb, in de chat. Ik uh, post de link. Ja, Ik ga de link wel even, oh, even opzoeken. Komt goed, ik ga nu wel even opzoeken. Oké. Okay. Uh, Brightline zegt Langste bear market ooit. Investeren is lastig. Ik blijf lang onder water. Moeilijk om positief te blijven. Ja, uh, de, uh, dit zijn, als je investeringen, Brightlight, zijn gedaan op basis van fundamentele analyse. Dus je hebt echt onderzocht wat je kocht. Okay. Uh, je hebt echt gekeken naar de, de, de usability factor. Hè? De, de, is, het, is er een nut? Heeft zo'n munt een nut of niet? En je bent dus niet aan het speculeren geweest, maar echt aan het investeren. Zou je natuurlijk, dit is geen advies hoor. Je wilt dit echt helemaal zelf regelen. Laatst wat wij hier doen is financieel advies geven. Je wilt dit echt zelf bepalen. Het enige wat we kunnen zeggen is wat wij doen. Als ik in een investering terecht zou komen die onder water staat... waardoor ik het waarschijnlijk dus te duur heb gekocht... want anders zou ik niet onder water staan... maar ik ben nog steeds overtuigd van het nut van het product waarin ik in heb geïnvesteerd... en het is flink gedaald... dan zou ik kunnen zeggen, wacht eens even... misschien is dit het moment om mijn portfolio te versterken met die munt. Ik koop meer van die munt in. Het is eigenlijk een van de basisprincipes achter indexering, dollar, cost averaging, zoals dat soms wordt genoemd, balanceren. Wat je nogmaals, Kevin en mij, ook zult zien doen... In uh, onze challenge. En voor je beeldvorming, dat is niet deze chart, maar deze. Ik zei het gisteren ook, tot verrassing van een aantal mensen tijdens de kliniek. Of de terugkomst. Oh, sorry, de terugkomstsessie die ik uh, gisteren gaf. Uh, hier, dit, was, uh, dit is een urenchart chart trouwens waar ik nu naar kijk. Dit was afgelopen weekend. Toen schoot opeens de prijs. Uh, sorry, dit, was, dit is een dag chart. Afgelopen weekend begon dat en het zetten door begint... Dat is niet helemaal, niet, dit is echt goede chart. Dit is waar ik naar wil kijken, dit stukje. Nog een keer, sorry mensen. Het is laag uh, laat geweest gisteravond. Hier zo zag ik opeens de prijs omhoog schieten tot uh, een niveau dat we al een tijdje niet hadden gezien. Je moet echt terug naar een maand of iets meer dan bijna een maand geleden voordat we er waren. Uh, hier heb ik flink verkocht en hier ook trouwens. En als de prijs nu weer, hier heb ik gekocht. Dus dit, ik zit wel degelijk te kopen als de prijs laag is en te verkopen als de prijs hoog is. En dat doe ik niet omdat ik denk van, oh, ik ga nu eens een keer kopen of verkopen. Dit is puur indexering. Dus de verhouding tussen de hoeveelheid dollars die ik heb en de hoeveelheid bitcoin die ik heb, moet min of meer gelijk blijven. Als dat niet zo is, is het tijd om of bitcoin te verkopen, als de prijs van bitcoin is gestegen, of om dollars te verkopen, oftewel bitcoin te kopen, als de prijs van dollars is gedaald. Omdat de prijs van bitcoin is Gestegen. Dat is een spelletje dat het eigenlijk heel makkelijk maakt om dit soort beslissingen te nemen. En het eerste wat ik altijd zeg als ik mensen, nou, ik sta onder water, is: oké, okay, geloof je in het product waarmee je onder water staat? Zo ja, gebraden kippetje komt iets langs uh, vliegen. Misschien kun je kunt het nu veel goedkoper kopen dan je toen hebt gedaan. Um, ik Heb trouwens de link geplaatst hè, Forex Factory. Oh, en dankjewel. Oké. Okay. Um, oké, okay, dat zijn een hele hoop ja's. Oké. Okay, uh, we hebben een, ik heb net even een, uh, een uh, poll geplaatst. Of iemand heeft net even een poll geplaatst, volgens mij was ik dat. Om, uh, wow, de, wie denk je dat het challenge gaat winnen, poll? Kijk. Ja, dat is een bug van YouTube. Dat is een foute YouTube, kan niet anders. Ja. ja, kan niet anders. Ja, volgens mij staan mijn namen verkeerd om. <laughs> ja. Wow, ja. oké, okay, dankjewel. Ja. We gaan kijken, wordt Den aangepast? Het <laughs> zijn we naam Oké, okay, cool. Ja. Voor de zekerheid als je denkt we gaan gaat winnen. tegen 42%. Ja, Als je dit, als je dit ziet, uh, uh, niet live, maar als je de chat niet in beeld hebt op een of manier. Ik heb juist een poll laten of geplaatst op YouTube. Wie de uh, challenge gaat winnen. Er hebben 100 mensen gestemd. Er zijn nog steeds mensen aan het stemmen nu. Je kunt dat doen. Je ziet die polls goed eens in je chatvenster staan. Als je hier nu live bij bent, niet als je dit op de video bekijkt. Uh, 107 mensen zijn nu aan het stemmen en de, de, de score blijft ongeveer gelijk. Uh, ik sta iets voor, licht voor, niet zo heel veel hoor. Ik sta eigenlijk 8% boven de 50 en Kevan staat er 8% onder. Oftewel, 58% van de mensen die hebben gestemd denken dat ik de challenge ga winnen. En 42%, bijna net zoveel zou je kunnen zeggen, denken dat Kevan gaat winnen. Dus de meningen zijn iets in mijn voordeel, maar eigenlijk min of meer gelijk. Dat is anders dan het vorige, de vorige poll die we deden. Toen was het 80% Kevan. 20% ik. Ja, ondanks het feit dat ik toen ook niet. Minder populair aan het worden, roef, Dat is het. Ja, of ik. Ja, misschien moet je gewoon eerlijke pols plaatsen. Wat ik nu dan heb gedaan. En de vorige keer was mijn poll extreem oneerlijk. Kan ja. natuurlijk ook. Maar leuk om dit te zien. Me, dank, mensen, dankjewel dat jullie hem hebben ingevuld. Hoe stop je een ja, pol? Uh, ik weet helemaal niet of dat kan. Uh, als. Ik heb geen. Kun je het uitzetten, zo'n pol? Uh, blijkbaar. Een pol gewoon, toch? En waar doe je dat dan? Ik, ik heb het. Ik heb, ja, voor. voor pol beëindigen. Ja. Ik heb hem gevonden. Oké, okay, pols gestopt. Super. Oké. Okay, um, dit is een interessante van Rudy. Op dit moment heb ik vrienden die niks willen horen van Bitcoin. En toch vragen enkele van die vrienden of het een goed moment is om nu te kopen. Tja, heel interessant. Um, heb jij hier of zo. Kijk, gewoon jij, ga je gewoon. Ik heb ze ook. Alleen het probleem is: als je. Kijk, ik zal nooit ja of nee zeggen. Dat zo, sowieso niet. Um, ik ga zo een bepaald kant op uh, toe. Alleen ik heb namelijk een vriend en uh, die vraagt al een jaar lang of het een goed moment is om bitcoin te kopen. En uh, iedere keer als, uh, als hij vraagt van joh, waar ligt support, want ik heb hem uitgelegd wat support er is, dus, op een gegeven moment vraagt hij uh, waar ligt support, nou, op, 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 toen we bij de 40k waren zei ik dat het uh, rond, rond de 30k ligt, op een gegeven moment zei, uh, zei ik dat het rond de 20k ligt. En het mooiste is, iedere keer als ik uh, tegen hem zeg van joh, ja, support ligt nu bij de 30k, ja is goed als het 30k bereikt dan uh, ga je kopen. En vervolgens bereikt hij 30k, en dan zegt hij: Ja, maar het kan nog veel, veel lager. Nou, in dit geval klopte dat ook. Op een gegeven moment ging hij naar 20k. En uh, toen zei ik: ik zei, ja, hij, hij, hij staat nu bij 20k. Dus als je wil kopen, dit zou een mooi moment kunnen zijn. Uh, het, is goed, het is goed, maar hij kan nog veel lager, hoor. En vervolgens steeg hij naar 25k, en toen baalde hij dat hij niet gekocht had. Dus, uh, een, kijk, als, ik ben al overtuigd van de waarde van bitcoin op lange termijn. En, en niet zozeer de prijs, maar, maar de waarde. De, de waarde van bitcoin op lange termijn ligt voor mij heel hoog. Dus eigenlijk wat ik iedereen adviseer, is doe je onderzoek. Bepaal voor jezelf of, of je bitcoin voor de langere termijn wil houden. En zo ja, um, je zou ervoor kunnen kiezen om het in delen op te kopen. Dus als je bijvoorbeeld 100 euro tot je beschikking hebt, uh, koop uh, vijf maanden lang, 20 euro per maand uh, aan bitcoin. En, en dan, dan maak je gebruik van een fenomeen wat, wat ze DCA noemen, uh, dollar cost averaging. En, en, en let op, dit is niet de DCA die je in de crypto uh, wereld uh, ziet, want dat is weer anders. Maar dan, dan maak je dus gebruik van een gemiddelde. En als jij uh, bitcoin bijvoorbeeld uh, vijf maanden lang voor, uh, voor 20 euro. In ieder geval jouw die 100 euro die je besteed, te besteden hebt. Deelt op vijf en je koopt vijf maanden lang. 20 euro aan bitcoin, dan heb je een soort gemiddelde prijs waarvoor jij bitcoin hebt gekocht. En aangezien je van tevoren je onderzoek hebt gedaan naar de waarde van bitcoin en voor jezelf een bepaald prijs uh, in, uh, in je hoofd hebt. Van waar, de, waar de koers van bitcoin naartoe kan gaan, nou, in dit geval bij mij hoger dan wat het nu is. Dan heb je sowieso al voor een goede prijs ingekocht. Dus minder dat kan, kan ik er persoonlijk niet van maken. Uh, mijn ervaring is, als mensen vragen of het een goede, goed moment is om te kopen. Nooit ja zeggen, want als je ja zegt, dan uh, nou ja, als de koers zakt, dan ben je sowieso, uh, dan is het jouw schuld. En als je, als je nee zegt, uh, uh, dan, um, uh, ja, dan verween je ze. Dus het is, het is, het is een, lastige antwoord, uh, een lastige vraag om te beantwoorden, maar ik weet niet hoe jij er naar kijkt, wat ik meestal doe is, uh, uh, als mensen echt geen ervaring hebben nog met Bitcoin, en zeggen, is dit, moet ik nu weer gaan komen? Dan zeg ik, nou doe me helemaal niks, maar heb je je telefoon bij, je smartphone? En dan uh, hebben ze een iPhone of een uh, ander apparaat, Samsung. En dan uh, zeg ik, zet maar even deze app erop. En dan geven ze Exodus. Dan vraag ik of ze Exodus even op hun iPhone willen installeren. Wel de goede natuurlijk, bij iPhone gaat het automatisch, want alle rotte appels zijn er wel uitgehaald door de App Store. Maar bij Samsung moet je even goed uitkijken, of bij Android. En dan zeg ik nou, nu heb je een wallet, wat is je saldo? En dan zeggen ze ja, nul, er staat niks in. Is dit, nu, is dit een portemonnee? Is dit een bankrekening? Ik zeg nee, dit is een crypto wallet. Hier kun je bitcoin opzetten. Ik zeg wacht maar, ik stuur je even bitcoin. En dan stuur ik vanaf mijn Exodus uh, wallet, stuur ik een tientje of 25 euro aan bitcoin naartoe. Niet 25 bitcoin, voor de zekerheid. Dat ik probeerde, van nee, 25 euro aan bitcoin. Vriend. en uh, <laughs> En dan vervolgens, dan, uh, um, dan uh, zien ze het. Dan zien ze, hé, hey, ik heb opeens 10 of 25 euro in een wallet staan. Is, is dit nu echt dan? Hé, hey, nu is het opeens 25 euro 2. Oh, nu is het 24 euro 98. Ja, de prijs van bitcoin verandert voortdurend. Maar nu heb je bitcoin. Nou, dan laat ik ze eerst gewoon lekker met rust. Ik begin er eigenlijk niet meer over. Vaak komen ze na een week wel bij je terug en zeggen ze: hé, dit is echt cool zeg. Hoe kan ik hier serieus mee aan de slag gaan? Of hoe, hoe, ga ik, hoe moet ik dit nu zelf doen? Zo doe ik het meestal. Ik laat gewoon de wallet voor hen beslissen. En ja, dit, als je dus heel veel vrienden hebt, dan wil je deze methode niet gebruiken. Dat hoor je vanzelf arm. Maar je kunt ook wel zeggen, weet je wat, geef me maar een tientje. En dan uh, stuur ik even bitcoin uit of zo. Ik doe het meestal zo. Ik geef gewoon, nou, zet maar, uh, zet maar die wallet op je telefoon. Ik stuur er wat geld heen. En dan begint het te leven. Zelfs mijn schoonmoeder, en die is echt niet meer de jongste, uh, maar nou dat is mijn schoonmoeder, is nog ouder dan ik, en die, uh, die had ook geen idee, en die heb ik ook een keer bitcoin gegeven, en dat is sindsdien natuurlijk flink gestegen. En die vindt het fantastisch, het doet er verder helemaal niks mee, maar ze heeft die bollet, ze laat hem trots aan iedereen zien, kijk ik heb ook bitcoin. Dus ja, het is leuk om op zo'n manier misschien awareness uh, te creëren. Dus, en als je geen vriend hebt, kun je het altijd aan mij sturen. Of aan Kevin bijvoorbeeld. Dan willen wij wel even jouw vriend zijn. Um, Oké, okay, tot zover uh, denk ik. Um, we zijn klaar. Ja, Zijn er nog vragen? Dit is het moment om even... Oh, één ding, bijna vergeten. Ik zie de to-do in mijn lijst staan. Uh, ik had het net over Bybit. We gaan tweede met de challenge op Bybit. Uh, Bybit doet ook, uh, helpt ons ook fanatiek mee hierbij. Ik zei het al. Die worden min of meer sponsor. Ze gaan ons geen cent betalen, maar ze worden sponsor van deze challenge. Doordat ze af en toe wat leuke dingen gaan weggeven aan jullie. Aan mensen die lid zijn van de CryptoConus Community. Daar hoef je niet mee te doen aan de challenge. Maar als je lid wordt van Bybit, uh, ga je ook kans maken op dergelijke prijzen. Er zitten coole dingen bij hoor. Ik heb al wat dingen voorbij horen komen die ze willen gaan uitdelen. Uh, ik zeg helemaal niks. iPhone 15. Ik zeg helemaal niks. Uh, leuke prijzen die ze gaan uitdelen. Sorry, Miet, als je dit hoort. Um, als je lid wilt worden van Bijwit en je bent dat nog niet, dan kun je dat doen via deze link... www.cryptocoins.nl slash Bybit. En het cool is, de actie die ze bij Bybit nu even hebben opgezet... is de volgende. Als je nu lid wordt van Bybit, deze actie loopt tot 30 september... dus nog maar 11 dagen. Uh, ja. uh, en je laat jezelf verifiëren, dus je loopt door die wat bureaucratische... daar moet ik eerlijk in zijn, maar ja, Bybit is via haar partner Satos... geregistreerd in Nederland, dus vandaar dat ze dat moeten doen. Je doorloopt die verificatieprocedure... En je stort vervolgens via Ideal of hoe je het ook doet, 100 euro op je Bybit account uh, Dan krijg je, als deze actie voorbij is, dat is dus op 30 september, 20 euro gratis, of 20 dollar, sorry, gratis gestort. Je kunt je meteen afhalen, je kunt ermee gaan traden, whatever. Gratis geld. Dat is een rendement van 20% in 10 dagen. Dat is niet zo slecht. Het gaat zelfs nog verder. Als je 500 dollar stort, heb ik begrepen, of 500 euro stort. Krijg je 40 dollar. Dus dit is voor nieuwe ByBit-leden. En nu komt het aparte. En ik mag dit zeggen. Ik heb dit drie keer gevraagd. En drie keer was het antwoord ja. Als je al een ByBit-account hebt. En je wilt dit ook. Kun je een nieuw ByBit-account maken. Je moet wel een tweede e-mailadres hebben. En je moet een tweede legitimatiebewijs hebben. Dus. Als je voor de eerste keer lid bent geworden met je rijbewijs en je hebt nog een paspoort liggen, gebruik dan je paspoort of een ID-kaart als je die ergens nog hebt liggen ofzo. Zoals dus je een tweede identificatie, een legitimatiebewijs hebt. En je hebt nog een tweede e-mailadres. Kun je via die link cryptocornusnl slash Bybit alsnog lid worden van Bybit. Stort 100 euro op dat account. En vanaf 4 zorg dat dat allemaal gebeurd is. Uh, zorg dat je die 100 euro gestort hebt. En dan heb je een gratis 20 euro in de pocht. Ik vond het leuk uh, dat ze die aanbieding doen. En het allerleukste is natuurlijk vanaf dan zit je ook in die Bybit club. Uh, die als we de challenge gaan doen, af en toe hele leuke verrassingen gaat uitdelen aan al de mensen die via deze link zijn lid geworden. Dus als je dat nog niet hebt gedaan en je vindt het leuk om dat te doen, doe dat. Uh, kleine disclaimer, wij zijn affiliate partner van ByBit. Wij krijgen hier ook wat voor. Het is niet veel, het is absoluut veel minder dan die 20 euro. Maar uh, we krijgen er ook een klein beetje voor. En zo leuk het houdt ons ook weer een beetje... Uh, het betaalt de serverkosten, om het zo maar te zeggen. Nou ja, dat zou mooi wezen. Oké, okay, tot zover. Uh, nog een vraag van FNX: uh, Als je op Bybit een account hebt, een spotaccount, kun je dan ook in derivaten handelen? Ja, dat kan niet via Bybit Nederland. Je, uh, Kevin, vertel jij maar even hoe dat werkt. Je hebt er al een paar keer meegemaakt. Kevin? Um, Wakker worden? Ja, ja. <laughs> <Nee, laughs> Oké, okay. ik, uh, ik ga het vertellen, inderdaad. Uh, Bybit uh, Nederland kan je dus niet met derivaten treden. Uh, maar uh, ja, via. Loefje zet op de spot joh. <laughs> Vertel jij het maar even. Nou, het is heel simpel. Bybit Nederland heeft dat uitgezet. Uh, daar staat het gewoon niet aan. Dat betekent dat de enige optie die je hebt is naar Amerika te gaan. En het mooie is, ik zie vanuit mijn BuyBub Nederland account nog steeds een optie om dat te doen. Maar je doet dat niet op Nederland. Je doet dat via US-US of zo. Dus een aparte pagina waar je op terecht komt. Maar dat werkt gewoon. En sterker nog, als je, je kunt er ook een aparte API voor aanmaken. Dan kun je via HyperTrader op die derivatenmarkt traden. Ik raad je overigens wel aan om dat te doen zoals wij tijdens de challenge waarschijnlijk gaan doen. Over het algemeen rechtstreeks op de website. We gaan waarschijnlijk ook tools gebruiken zoals HyperTrader en zeker ook Altrader, wat voorop loopt als het gaat om dergelijke dingen. Maar je hebt gewoon toegang tot, je hoeft niet een nieuw account aan te maken om met derivaten te kunnen handelen. Maar ik blijf het zeggen, ongeacht wat je allemaal ziet op YouTube um, en uh, wat je allemaal mensen hoort zeggen over hoe fantastisch en makkelijk het allemaal is om met derivaten te gaan traden en zo, er kleven. Absoluut risico's aan. Laat daar geen misverstand over bestaan. Elke influencer die je probeert zo snel mogelijk naar een derivatenplatform te krijgen, heeft maar één belang. Dat is zijn belang. Want de commissies die daarvoor worden betaald zijn vaak veel hoger. En wij zeggen eigenlijk het tegenovergestelde: ga vooral aan de slag met spot trading. Houd het simpel, houd het goedkoop. Leer daarmee, je houdt het risico laag. Want op het moment dat je met derivaten trading aan de slag gaat, zelfs als je geen leverage kiest, gewoon één op één leverage, zelfs dan nog loop je risico's die je anders niet hebt. Dat is gewoon hoe derivatenmarkten werken. De risico's zijn niet zo groot, maar als het fout gaat, gaat het fout. En dat wil je niet. Dus begin pas aan traden met derivaten als je meer dan genoeg ervaring hebt opgebouwd in spotmarkten. Dus gewoon traditioneel. Gewoon Binance Spot, Qcoin Spot. Uh, en daar dan leer je een spelletje. Je leert een goede strategie. Je leert met je emoties opgaan. Dan komt op een moment dat hele verhaal vanzelf wel. Die learning curve. Reken als je nu net begint. Als je nu hebt besloten. aanleiding misschien van deze livestream. misschien straks tijdens de challenge. dat je serieus aan de slag gaat. dan raad ik je. als ik jou wat zou mogen aanraden. eigenlijk maar één ding aan. Neem de tijd. Gun jezelf een jaar, afhankelijk van hoeveel tijd je hebt. Als je weinig tijd hebt, misschien wel twee jaar. Om dit gewoon rustig te leren. Net schreef iemand in de chat een fantastische opmerking. Je ziet het ook als een hobby. Leer dit op een hobbyachtige manier. Neem, laat je niet verleiden door gevoelens van FOMO. Ik moet nu aan de slag, want anders mis ik de boot. <coughs> Neem gewoon een lange tijd om je dit goed eigen te maken. Niet derivaten trading, spot trading, bitcoin, crypto, blockchain, kopen, beleggen. Al die dingen die je tegenkomt in al die video's. En dan heb je genoeg basis om over een jaar of twee te zeggen, weet je wat, ik ga toch eens een beetje ruiken aan die derivatenmarkt. Ik snap nu hoe het allemaal werkt. Nu ga ik daar ook aan de slag. Maar doe dit heel veel overwogen en heel rustig. Wat al die YouTubers jou kan allemaal vertellen. Oké, dat was hem wel. Ah, komt een mooie opmerking in de chat. Omzetten naar de Engelse taal. Ja, klopt, dat is het waarschijnlijk. Je moet je Bybit-account even omzetten, of de pagina even omzetten naar Engels. Misschien is dat het wel. Ik heb de link al geplaatst net. Oh, de link staat in de chat. En-US. Oh, zo was het. En-US. Oké. Goed, mensen. Volgens mij is hij een van de weinige hobby's, zegt Cedar. Ah, Cedar, een van onze sterren. Als je Cedar nog niet kent, wij kennen Cedar wel. Cedar is uh, een, uh, een van de mensen uh, uit onze CryptoCorners community die waanzinnig uh, veel waarde toevoegt. Want Kevin zit in principe, samen met nog een paar andere mensen zoals Octavie, elke maandavond om half acht op Sedar. Cedar. Zeg nou weer Kevin. Ik moet nog oppassen dat ik geen nacht meer is van jou ga krijgen, man. Goed, Cedar. Ik heb nog meer dan werk. Ja, maar nog. Cedar is een van onze uh, uh, gewaardeerde leden van onze cryptocoiners community. Die bestaat uit duizenden leden. Maar Kevin is, of, uh, Cedar is er eentje van. Uh, Cedar die is elke maandagavond in principe om half acht live op ons samen traden kanaal op Discord. Daar wil je als je dat nog niet bent absoluut lid van worden. www.cryptocoiners.nl Misschien post een van de moderators even de link uh, slash samen streepje traden. Daar kun je uh, van gedachten wisselen met andere traders. Je kunt in contact komen met traders die bijvoorbeeld in dezelfde buurt wonen als jij woont. En je kunt ook kijken naar live trades door cryptocoins. Dat zijn mensen, net zoals jij en ik, die dat voor hun plezier doen. En uiteraard ook om er wat beter van te worden. Elke maandagavond om half acht is dat. In een speciaal lokaal dat Cedar daarvoor heeft ingericht. Dus dat raad ik je zeker aan. Cedar, leuk dat je erbij bent trouwens. Oké, okay, mensen, we zijn anderhalf uur bezig, iets langer. Uh, Kevin heeft zo een volgende afspraak. Volgens mij komt hij over zes minuten zijn, zijn studio binnengedruppeld. En ik ga ook zo meteen van andere dingen doen. Leuk dat jullie er allemaal bij waren. Ik hoop dat jullie deze. Uh, het is ontzettend druk nog steeds. We hebben 150 mensen er nu nog. Ik hoop dat jullie deze livestream interessant vonden en leuk genoeg vonden om uh, uh, dit misschien wat vaker te doen. Uh, dan laat het ons weten alsjeblieft door commentaar in de, uh, als reactie op deze opname of gewoon in de chat. Um, we zijn er binnenkort weer. Dus uh, dat alvast op 2 oktober, sowieso, met de livestream, en misschien voor die tijd nog. Je weet maar nooit. Okay. Houd ons goed in de gaten je Happy trading allemaal. En uh, tot snel. Tot doei. snel. Doei, doei.